Dames en heren, ik zou graag willen beginnen, dus als iedereen naar zijn of haar plek wil gaan, heel graag. Goedenavond allemaal, welkom terug bij de oriënterende ronde. Van deze kant uit zijn er geen mededelingen, dus ik kijk even rond of iemand nog een mededeling heeft. Niemand, dan gaan we door naar agenda punt 2, vaststellen van de agenda. Zijn er nog aanvullingen, dan wel opmerkingen? Rond, niemand. Dan gaan we door naar agenda punt 3 van de agenda, het spreekrecht. We hebben vanavond twee insprekers. En ik wil graag beginnen met de heer Siauw, die gaat inspreken over de transities. En de heer Siauw, u kunt plaatsnemen achter de spreekgestoelte. En u heeft 5 minuten om tot ons te spreken. Succes, dank u wel. Goedenavond, dames en heren. Ik heet Jeffrey Siauw, woon in Delenswaard, spreek in op agenda punt 4 in zaken tradities 2015 en 2016. In het raadsvoorstel kom ik vaak de naam samendoen tegen. Ik tel 19 keer. En de gemeente Hardenberg zet hier volop in. Ik krijg ook met samendoen te maken en ontvang uit de WMO hulp in de huishouding, AH2, nu genoemd begeleiding huishouden. Ten aanzien van de transities wordt een forse korting op de hulp in de huishouding doorgevoerd. Dit vind ik onwenselijk. Wie van u kan mij vertellen wanneer de huishouding af is? Vraagteken. In het raadsvoorstel lees ik op pagina 2 nog een keer. In het raadsvoorstel lees ik op pagina 2 dat inwoners niet tussen wal en schip mogen geraken. Ik ben daar blij om. En dat geeft mij vertrouwen in samen doen. In het raadsvoorstel lees ik op pagina 3. We verwachten dat deze effecten van de transities nog wel doorwerken in 2016. Dit is een belangrijk aandachtspunt voor samen doen, om cliënten bij te staan wanneer de neveneffecten van de transities cliënten direct gaan raken. Ten aanzien van de wettelijke taken vraag ik mij af of er bezwaarprocedures zijn geweest in 2015. Begeleid samen doen cliënten in bezwaarprocedures? Vraagteken. Ik dank u dat ik dit heb mogen inbrengen. Dank u wel voor uw inspreken. U kunt nog even blijven staan voor eventuele vragen. Ik kijk even rond of er nog vragen zijn aan deze inspreker. De VVD, de heer Reiling. Ja, die laatste vraag die u stelde, meneer Siauw, vond ik wel heel belangwekkend. Begeleid het samen doen team ook in het, als u een bezwaar heeft. Heeft u daar zelf mee van doen? Nog niet. Oh, wacht even, voor de duidelijkheid, morgen krijg ik een keukentafelgesprek. Dus dan krijg ik iemand van samen doen over de vloer. Voldoende zo, meneer Reiling. Dan wil ik u danken, heer Siauw, voor uw bijdrage. En dan kunt u weer terug naar... Ja. Dank u wel. Doe het maar even uit. Ik kan de volgende aanspreker hem straks weer aandoen. Ik ben dan aangekomen bij de tweede spreker. Dat is de heer Hartold. En als ik het goed begrepen heb, gaat de heer Hartold vanavond inspreken over subsidiëring van softdrugscriminelen. Heer Hartold, aan u het woord. Voor u ook 5 minuten. En u weet uw plek te vinden volgens mij en ook het knopje hoef ik u niet meer aan te wijzen. Ik ben tegen het subsidiëren van zo'n crimineel. Succes. De portefeuillehouder heeft de tekst al.
Stop met subsidiëren softdrugscriminelen. Geachte voorzitter, gemeenteraadsleden en belangstellenden. Hierbij een pleidooi om als gemeente Hardenberg, als 60ste gemeente, het manifest Joint Regulation te ondertekenen. Het gedoogbeleid ten aanzien van softdrugs omschreven in een aantal one-liners. Het gedoogbeleid is soft. Vooral het subsidiëren van softdrugscriminelen is te soft voor woorden. Doorgaan met het huidige gedoogbeleid is kiedewiet. Dit is een geleend citaat. Als een onderneming illegale alcohol, tabak of diesel inkoopt en die wordt betrapt, dan wordt die onderneming gisteren gesloten. Een coffeeshop die illegaal softdrugs inkoopt, wordt gedoogd. Gezien het juist gememoreerde over illegale alcohol, tabak en diesel, is duidelijk dat er iets niet klopt aan het softdrugs gedoogbeleid. Het feit dat de gemeente Hardenberg weet dat de criminele activiteiten aan de achterdeur van de coffeeshop in dit geval, plaatsvindt en dit gedoogt, kan in juridische zin betekenen dat de gemeente Hardenberg medeplichtig is aan criminele activiteiten. Wat vinden de kiezers van het eventuele reguleren van de hennepteelt? Uit onderzoek van de transparante keten Motivaction in 2015 blijkt dat 77% van de VVD-kiezers voor regulering is. 62% van de PVV-kiezers is voor regulering. En 65% van de CDA-kiezers is voor regulering. De gemeente Hardenberg kan een bijdrage leveren aan de aanpak van de huidige situatie dat softdrugscriminelen al enige jaren in Nederland slapend rijk worden. Kan een bijdrage leveren aan het verbeteren van de volksgezondheid. En een bijdrage leveren aan de ombouw van het huidige gedoogbeleid naar een softdrugsontmoedigingsbeleid. Dit als de gemeente Hardenberg, net als 59 andere Nederlandse gemeenten, overgaat tot ondertekening van het manifest Joint Regulation. Bent u tegen softdrugs, dan bent u ook tegen het subsidiëren van softdrugscriminelen. Dank u. Dank u wel, heer Hartelt. U weet inmiddels hoe het werkt, dus blijft u nog even staan voor mogelijke vragen. Ik kijk rond of er nog vragen zijn over dit onderwerp aan de heer Hartelt. Ik zie één vraag bij de heer Jonkans. De heer Jonkans, aan u het woord. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, wat voor alternatieven ziet u voor het huidige gang van zaken? Reguleren. Dat is een woord, maar daar kan je van alles achter verschuilen. Ja, daar kun je beter even straks even over hebben, een wat lang verhaal. Voldoende, heer Jongans, om het na de vergadering daarover te hebben, voor uw akkoord. Nou, prima, dan doen we dat zo af. Dit levert geen verdere reacties op. Niet iemand die toch nog behoefte heeft aan de uitleg. Heel fijn, dank u wel. Ja, Hartelt, wil ik u bedanken voor uw inspreken. En u weet uw plek te vinden en kunt de vergadering verder bijwonen. Dank u wel. Goed, dan zijn we aangekomen bij het meningsvormend deel van deze oriënterende ronde. En ga ik door met agenda punt 4. De terug- en vooruitblik van takenuitbreiding als gevolgen van de transities 2015 en 2016. Wie mag daarvoor het woord geven? Partij van de Arbeid, GroenLinks, Op Koers, D66, VVD, de ChristenUnie, Leeuwen Hardenberg en CDA. Kortom, iedereen. En ik ga dan beginnen bij het CDA. Heer Brink. Ja, voorzitter, dank u wel. Ja, ik mag het inbrengen namens CDA. Ja, we hebben het stuk gelezen en uiteraard goed voorbereid. Aan eerste instantie doet mij toch wel en de indruk ontstaan dat het hier toch een wat mager stuk betreft. We hebben dan ook best wel wat vragen die ik per categorie een beetje naar voren wil brengen. En ik begin eigenlijk bij de gebiedsteams. En dan gaat het met name eerst even over de uitbreiding ervan. Er wordt een stuk wordt gevraagd om uitbreiding van gebiedsteams. En wij zouden daar graag wel wat uitgebreidere toelichting op willen hebben van de portefeuillehouder. Want er staan wel plussen en minnen. Wij zien ook wel dat er wel wat activiteiten bij zijn gekomen. Dat er misschien wel activiteiten van 2015 naar 2016 zullen blijven. Maar we kunnen ons ook wel voorstellen dat er misschien wel wat activiteiten zullen gaan verdwijnen. Doordat dingen toch wel wat duidelijker worden misschien. Maar goed, dat horen wij dan graag van de portefeuillehouder.
Dan staat er in het stuk te lezen dat er inloopbijeenkomsten georganiseerd worden. En dat deze inloopbijeenkomsten voorzien in hun behoeften. Nou, dat is natuurlijk heel erg positief. Maar daar komt bij dat de inloopbijeenkomsten niet heel druk bezocht worden. De vraag die wij eigenlijk stellen van ja, worden ze niet druk bezocht of komt er wellicht helemaal niemand, maar dat is misschien wel heel negatief. En wij vragen ons wel af van goh, is het dan wel zinvol om met die inloopbijeenkomsten door te gaan? Of is het misschien verstandig om die energie, die tijd en die geld, en dat geld, sorry, om dat ergens anders in te steken? Maar ook dat horen wij graag van de portefeuillehouder. Dan ga ik even door naar de participatiewet. We hebben in juli van dit jaar ook een stuk gekregen met een uitgebreide evaluatie daarop. Daarin wordt het woord pilot genoemd. Nou, het woord pilot komt hier ook wel, daar komt hier ook wel wat terug. Maar de afgelopen dagen en weken, en ik kijk helemaal niet veel televisie, maar ik word nog wel eens geconfronteerd met wat ontwikkelingen in de participatiewet, ook met ontwikkelingen tot de tegenprestatie. En ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe die ontwikkelingen hier zijn. Nogmaals, ze hebben pilots gestart, maar ik hoor daar graag toch een iets uitgebreidere toelichting op. Dan een stukje indicatiestelling. Daar wordt in het stuk ook heel uitgebreid over gesproken en wordt ook toegelicht. Sommige deadlines worden niet gehaald, zo staat het in het stuk, die door de overheid wel zijn opgelegd. Nou, nou zijn we daar als Hardenberg niet uniek in, want ik lees op internet ook wel dat er meerdere gemeentes zijn die die deadlines niet halen. Maar ik zou wel van de portefeuillehouder willen weten van wat zijn daar nou eigenlijk de consequenties van voor wat betreft onze gemeente. Tot slot, in aanzien van de indicatiestelling bij de jeugdzorg. Ik lees in het stuk dat we eigenlijk nu geen goed beeld hebben van de cliëntgegevens, waardoor de indicatiestelling voor nu niet goed kan plaatsvinden. Ik zou eigenlijk wel willen weten van ja, wat zijn nou de garanties, of hoe kijkt de portefeuilleaudit aan tegen de tijd 1-1-2016? Hebben wij dan inderdaad een beter beeld en kunnen wij dan die indicaties wel goed stellen? Dan in het hele stuk een beetje als rode draad van decentralisatie naar echte transformatie, dus ook echt anders werken, zijn we als CDA heel erg positief over. Maar als we even inzoomen op het thema sociaal contracteren, dan staat daar heel duidelijk benoemd dat de gemeente samen met zorgaanbieders ook gaat kijken naar andere vormen van zorg, of althans andere vormen van te leveren zorg. En ik zou wel graag willen weten hoe die ontwikkelingen zijn. Zijn er inderdaad al innovaties te noemen, ik hoef niet heel gedetailleerd, maar zijn er al signalen van innovaties die noodzakelijk zijn om de transformatie uiteindelijk te doen slagen? Daar zijn we wel heel benieuwd naar. Dan ten aanzien van de mantelzorgers, en daar lees ik in het stuk eigenlijk niet zoveel over, maar mijn interesse op het onderwerp, of onze interesse moet ik zeggen, is toch wel behoorlijk. Dus we zijn ook wel eigenlijk wel benieuwd van hoe staat het nou met de ontwikkelingen aangaande het mantelzorgcompliment. Nou goed, daar horen wij ook graag de toelichting over. En dan mijn laatste vraag, want dan ben ik door mijn punten voor de eerste termijn heen. De collectieve polis die we hebben, die we aanbieden aan mensen die daar een tegemoetkoming in krijgen. Staat in een stuk dat de gemeente een extra tegemoetkoming gaat doen. Of als de tegemoetkoming iets gaat verhogen, moet het wel goed zeggen. En de vraag is even, de twijfel die wij hebben, is van ja, gaat nou die extra tegemoetkoming zorgen dat mensen meer gebruik van die regeling gaan maken als dat nu het geval is. Daar zou ik wel graag een iets uitgebreidere toelichting op willen. En daar wou ik het dan ook graag even bij laten voor nu. Dank u wel, heer Brink. Dank voor uw uitgebreide vraagstelling. Dan ga ik naar de Partij van de Arbeid, mevrouw Ploekhorst. Dank u wel, voorzitter. Onze fractie wil beginnen met een aantal algemene opmerkingen betreffende het voorliggende stuk. Het roept namelijk wat vragen op over de inhoudelijke onderbouwing en toch ook summiere uitleg betreffende zeer belangrijke onderwerpen. Meneer Brink gaf dat net ook al aan. Wat ons ook zorgen baart is dat er nu, alvorens 2016, al zoveel extra geld nodig is. En klopt het dan ook dat er in 2016 geen egalisatiepost meer beschikbaar is? Hoe worden dan toekomstige risico's en tegenvallers in het sociale domein bekostigd? Met betrekking tot de herbeoordelingen. Zijn die uitgesteld ten behoeve van de ontwikkelingen rond het sociaal contracteren? In de tekst staat te lezen dat de herbeoordelingen HH2, AWBZ en jeugdzorg plaatsvinden vanaf 1 oktober. En dat dit gelegen is aan het feit dat per september het sociaal contracteren is ingegaan. Er hebben 37 zorgaanbieders getekend of zijn voornemens om te tekenen.
voor dit sociaal contracteren en de opgestelde raamwerkovereenkomst. Dit lijkt onze fractie wat weinig. Wordt deze nieuwe werkwijze wel voldoende geborgd en ondersteund door de zorgaanbieders? Anderzijds zijn we ook benieuwd of de portefeuillehouder kan aangeven om hoeveel herbeoordelingen het gaat. En kan de portefeuillehouder de garantie geven dat de nu beoogde deadline wel wordt gehaald? Het gebruik van de collectieve zorgverzekering is minder dan voorzien. Waar ligt dit aan? Is de verhoging van de tegemoetkoming in de premie de juiste keuze om deze voorziening in stand te houden? En heeft de kostendelersnorm hier ook nog invloed op gehad? Met betrekking tot het ATC heeft de afstemming met de regionale spelers geresulteerd in de verbetering van de aansluiting van jongeren en werkzoekenden met een arbeidsbeperking. Tevens zijn wij benieuwd naar de samenwerking met het UWV. Zijn hier al concrete acties of afspraken te benoemen? Kunt u deze vragen toelichten? Tot slot wordt er wederom aangegeven dat er fors geïnvesteerd moet worden in de organisatie en de ICT. Er wordt gezegd dat hier op de komende periode extra inzet noodzakelijk is. Wat is de termijn van deze periode? Een maand? Een jaar? Wanneer verwacht de portefeuillehouder dat deze geautomatiseerde hobbels opgelost zijn? Dat was het. Dank u wel, mevrouw Kloekhorst. Ga ik door naar GroenLinks, mevrouw Van Hoek. Dank u wel, voorzitter. We hebben het stuk gelezen en we hebben ook wat technische vragen gesteld en daar hebben we nog geen antwoord op gekregen. Hoewel we niet verwachten dat de beantwoording van hele specifieke vragen die ook of aanvullend zijn op de vragen die reeds gesteld zijn door CDA en Partij van de Arbeid echt toe gaat voegen aan het gevoel dat er voldoende grip is op de financiële situatie zoals die er nu ligt. En geeft ook de indruk dat dat we achterlopen of achter de feiten aanlopen vanwege ICT-problematiek lijkt groot, maar we hebben vooral het idee dat ik kom heel slecht even uit mijn woorden, sorry, mijn excuus. Het heeft te maken met over het algemeen praten we hier in de Raad niet over diepe uitvoerende zaken. We hebben het over beleid. Maar het voelt wel als een soort moerasgebied waarbij we net te weinig lijken te weten van de uitvoering om het idee te hebben dat we goed bestuurlijk bezig zijn. Oftewel, al die kleine feiten of hele specifieke vragen die we hier willen stellen lijken niet bij te dragen aan het idee dat we goed beleid aan het voeren zijn binnen deze raad. Elke keer als het over het sociaal domein gaat, willen we uitstralen, denk ik dat dat ook goed is, dat het ambtelijk orgaan hier ontzettend hard zijn best doet en heel hard werkt met elkaar om deze taakstelling te volbrengen. En toch krijg ik niet het gevoel dat er voldoende controle is over de hele situatie. En daar waar nu geld wordt gevraagd en als het nodig is om het beter te maken, dan zijn wij natuurlijk absoluut voor. Want het is ten bate van onze inwoners en misschien zelfs voor onszelf. Maar zo voelt het stuk niet. En je krijgt dan de neiging om ontzettend inhoudelijke uitvoeringsvragen te stellen. Hoe zit het dan zus? En hoeveel mensen zijn het dan zo? En wat kost dan één poppetje? Die behoefte is er. Dus ik vraag me af of wij nu dit stuk op deze manier moeten behandelen. Of dat we veel uitgebreider toch uitvoeringsvragen zouden moeten kunnen stellen als raad. Aan het ambtelijk orgaan of aan de mensen die betrokken zijn samen, Doemteams, de Eurowijzer. Sorry dat ik even een reden van, maar aan wie stelt u de vraag? Stelt u nou, eigenlijk aan het college of eigenlijk collega aan de raad? Aan de raad en ook aan de portefeuillehouder. Want we hebben 24 november of 15 november hebben we weer een bijeenkomst staan. Dan krijgen we een presentatie. En wij krijgen vanuit onze fractie in ieder geval niet het gevoel dat dat veel meer helderheid brengt. Oké, uw punt is denk ik helder, maar dan wil ik nu ook eerst graag even een reactie van de collega's hebben of we het stuk nu willen behandelen of dat u op uw voorstel het stuk niet behandelen en het doorzetten naar een andere oriënterende ronde wellicht. Dus ik kijk even rond en begin bij mevrouw Kloekhorst, aan u het woord. Dankjewel, voorzitter. Nou, wat ons betreft hoeft dat niet. Het is een oriënterende ronde. Ik denk dat we elkaar hier kunnen bevragen. Dit is een heel belangrijk onderwerp en ik denk dat we een heleboel fracties ook goed op de hoogte zijn van de ontwikkelingen. Natuurlijk niet altijd in detail, maar ik denk dat deze ronde daar ook wel voor bedoeld is. Daarnaast is er de klankbordgroep Sociaal Domein. Dus wellicht zou uw fractie daar ook bij aan kunnen sluiten om een aantal ontwikkelingen dan toch ook mee te krijgen.
Dank u wel, mevrouw Kroekenhorst. Even het rondje afmaken, mevrouw Van Hoek, want anders dan wordt het wat chaotisch. Ik wil iedereen vragen even kort te reageren op het voorstel, zodat we dan ook vervolgens, als het niet aangenomen wordt, door kunnen gaan met het onderwerp. Ja, heer Botter. Voorzitter, het punt op de agenda is het punt wat op de agenda staat. En wat ons betreft kan dat nu in behandeling worden genomen. Onze fractie heeft voorbereidingen getroffen voor gerichte vragen. En wat ons betreft kan dit punt gewoon door. Helder, dank u wel. Voorzitter, ik heb niet gevraagd of die van de agenda afgehaald kan worden. Dat dat even heel, heel helder is. U gaat daarvan uit. Dat is niet mijn vraag. Het impliceerde wel uw vraag. Ja, maar dat is niet wat ik ermee bedoel. Ik vraag me alleen af of die... of het sociaal domein in zijn compleetheid... in porties op deze manier, alleen als het gaat over geld, zo besproken moet worden. Of dat we toch opnieuw terug zouden moeten naar dieper ingaan op deze materie met elkaar. Want maar collectief... kunt u dan toch even wat duidelijker zijn, want u brengt me nu in verwarring. Wilt u het stuk nu op de agenda laten? Stelt u nu aan de collega's de vraag om het hier vandaag te behandelen? Of zegt u van, nee, het moet hier vandaag behandeld worden, want dan kan ik gewoon stoppen met mijn rondje. Want dan is... Nou, de vraag niet ik meer ga het proberen, want ik heb gezegd dat ik het erg lastig vind om het goed onder woorden te brengen. Ik denk dat die wel degelijk vandaag behandeld kan worden. Ik denk dat alleen de besluitvorming wellicht over 24 november heen getild zou moeten worden. Dan is dat een vraag die we aan het eind van de vergadering kunnen stellen. En daar komt dan ook antwoord op. Dan stop ik nu met de ronde. Excuus voor de verwarring, mensen, want ik ben echt even op het verkeerde been gezet nu. De helderheid is nu aansluitend aan dit punt bepalen hoe we hier verder mee gaan. Dan ga ik nu gewoon verder met de ronde. Bent u... klaar met uw vraagstelling en uw toelichting, concreet genoeg geweest richting het college naar uw gevoel en kan ik dus doorgaan? Dank u wel. Dan ben ik aangekomen bij op koers.nu. En de heer Botter krijgt even een kopje koffie. Nee, ik ga naar mevrouw Kelder, yes. Want ik had het gevoel dat u beiden het woord wilde nemen, maar dan eerst mevrouw Kelder. Dat klopt, voorzitter. Ik had een aantal vragen en die zijn door de andere fracties gesteld. Aanvullend gaat het... mevrouw Kelder gaat verder met de vraag stellen. Helemaal goed. Geniet dan van uw bakje koffie. En de thee die wordt genuttigd ondertussen. Mevrouw Kelder. Ja, dank u wel, voorzitter. Terugblik en taakuitbreiding als gevolg van transitie 2015-2016. De overheveling van de egalisatiegelden naar de BOH roept vragen op bij ons. Gedeelte wordt nu ingezet voor ambtelijke ondersteuning. Houdt de Raad daarmee nog zicht op de doelmatigheid? En is controle nog mogelijk? De Samen Doen Teams staan onder regie van het maatschappelijk domein binnen de BOH, lees ik. Is het zo dat de BOH dan ook verantwoordelijk is voor deze teams? Nadat we op 1 januari 2015 de uitvoering van 3 decentralisaties ter hand hebben genomen, bleek al snel dat op landelijk niveau het stelsel nog niet goed was ingericht. Hoe is nu de stand van zaken? Zo willen we in 2016 het sturen op resultaten binnen de WMO verder ontwikkelen. Continu in co-creatie met zorgprofessionals. Wat wordt hier nou eigenlijk met co-creatie bedoeld, is mijn vraag. Het realiseren van de doeleinden van beleid en het uitvoeren van de transities... Dat zou budgetneutraal moeten gebeuren. Blijft dat ook budgetneutraal? Hoe kijkt u hier tegenaan? Wanneer we financiële middelen overhevelen naar de BOH, wie is dan verantwoordelijk voor de uitvoering? Hebben we als raad dan nog wel controle over wat er gebeurt en wat er wordt uitgegeven? Als raad hebben we de rol van volksvertegenwoordiger. Hoe kan ik als volksvertegenwoordiger uw taak en de taken die toegeschoven zijn naar de BOA nauwkeurig controleren? Dank u wel. Dank u wel, mevrouw Kelder. Ben ik aangekomen bij D66, mevrouw Hansen. Dank u wel, voorzitter. Dit stuk blijft een stuk met nog steeds... vaagheden, onvolkomenheden, informatie die nog niet beschikbaar is. Dat maakt het voor ons als raad heel moeilijk om inderdaad de controlerende en sturende functie
uit te voeren. Wij, ook D66, wachten met spanning op de bijeenkomst in 27 november, waar we volgens mij wel een aantal resultaat en taakgebieden duidelijk benoemd gaan krijgen. Ik denk dat we daar dan ook als raad meer vingers aan de knop gaan herkennen en kunnen gaan toetsen of afgesproken beleid ook daadwerkelijk gerealiseerd wordt. Dus het voorliggende stuk heeft nog steeds heel veel vragen op te roepen. Aan de andere kant, we weten gewoon dat de transitie geld kost. Geld dat noodzakelijk is. En wij kunnen dan eigenlijk op dit moment ook niet anders dan instemmen met het voorliggende stuk. Dank u wel, mevrouw Hansen. Ik ga door naar de heer Reiling van het VVD. Ja, dank u wel, voorzitter. De eerste vraag die ik zou willen stellen aan de wethouder is of de wethouder van mening is dat hij met dit stuk uitvoering geeft aan de motie zoals die op 9 juni is aangenomen. Ik neem aan dat ik dat dictum nou niet hoef voor te lezen, maar dat u dat wel redelijk weet. Ja, nee, ik neem aan dat u nu knikt op dat u het weet. Dus dat het antwoord niet ja is. Er mag nog geen reactie komen, heer Reiling. Dus u loopt even voor de muziek uit. Dus wacht even tot de wethouder straks achter het spreekstoel staat. En dan krijgt u daar uw reactie op. Heeft u verder nog vragen? Had die non-verbale communicatie beter achterwege kunnen laten. Het tweede gedeelte van die vraag is dus. Er worden nu alweer zoveel vragen gesteld dat we dus oprecht ons kunnen afvragen of dit een goed stuk is. Vanmiddag in de technisch beraad werden er ook heel veel vragen gesteld en ook al wat antwoorden gegeven en ook wat antwoorden op termijn gegeven. Ja, waarbij we denken van dat de informatie die de wethouder ons had moeten doen toekomen naar aanleiding van die motie, als die er nu geweest was, dan had dat minimaal 75% van de vragen die nu gesteld zijn, gescheeld. Goed, dan de volgende vraag is van gisteren tegen 12:00 kregen we de financiële inkijk. Waarom is die informatie zo laat beschikbaar gesteld? Mijns inziens had hij bij het stuk gemoeten, want dat geeft in ieder geval een klein beetje antwoord op de vraag die in de motie is gesteld. Bij andere fracties is die ook al aangegeven, evangelisatiefonds, of dat evangelisatiepost, of die aangewend moet worden voor de BOH. Ja, mijns inziens is de evangelisatiepost om de gaten te kunnen vullen in de participatiewet, de WMO, of de jeugdwet. En nu wordt dat geld feitelijk al geclaimd door de BOH. A, waarom? En dan graag iets duidelijkere toelichting van ja, het viel iets tegen en er moet wat meer inzet worden gepleegd. Mag u wat concreter in worden wat ons betreft? En geeft u dan ook aan wat er mee gaat gebeuren? Want per slotverrekening wordt er 64% extra geld gevraagd ten opzichte van december vorig jaar. De inloopspreekuren, meneer Brenk heeft het ook al aangekaart. In de nieuwsbrieven lezen we dat de inloopspreekuren steeds drukker bezocht gaan worden en nu krijgen we een heel ander beeld. Graag even uitleg hiervoor. En hetzelfde ook in de nieuwsbrieven in april zouden we begonnen worden met HH2, AWBZ en nu pas aan het eind van het jaar. Dat schuift allemaal op. En zo blijven we ook met de jeugdzorg zitten. Ja, 3 keer wordt gezegd, ja, we zijn er druk mee bezig. Het volgt, het volgt, het volgt. En nu lezen we, het volgt en het moet nog komen. En dan sluit ik mij een beetje aan bij GroenLinks. Zijn we wel in control? En de laatste vraag voorlopig is over het werkspoor en participatiespoor. In de nieuwsbrief in maart, in juli, hebben we een tabelletje gehad van wat het werkspoor en participatiespoor nou echt aan inzet heeft opgeleverd. Ja, dat is volgens mij was dat een overzicht dat we er nu ook wel bij hadden moeten hebben. Dat was het voor de eerste ronde. Dank u wel, heer Heiling.
ga ik door naar de ChristenUnie, de heer Van der Grampel. Dank u wel, voorzitter. Bij het lezen van dit voorstel bekroop mij nogal een déjà vu gevoel. In de raad van 16 december 2014 zijn er voor de uitvoering van de transities in 2015 zowel structureel als incidenteel extra middelen beschikbaar gesteld. Structureel 969.000 euro, incidenteel 1,3 miljoen afgerond. Het gaat hierbij om zeer forse bedragen. Nu wordt opnieuw aan de raad gevraagd om incidenteel twee budgetten met ook weer samen een fors gezamenlijk bedrag over te hevelen naar de BOH. Zijn die bedragen uit 2014 dan niet voldoende geweest? Waar blijkt dat uit? Ik mis dat ten enenmale in dit stuk. Hoe komt het, en andere collega's hebben dat ook al gevraagd, dat de start van de herbeoordelingen steeds vooruit wordt geschoven? Eerst zouden er in april acties worden gestart. Nu is het eind van het jaar geworden, zie ook de weekberichten van 17 maart. Dat de praktijk weerbarstiger is dan gedacht en het op onderdelen zoeken en herstellen, dat snap ik. Dat valt niet allemaal te plannen, dat overkomt je. Wat mijn zinziens wel te plannen is, dat zijn de herbeoordelingen, want dat heeft veel te maken met de personele capaciteit. Daarvoor, wethouder, is toch ook vorig jaar dat grote bedrag beschikbaar gesteld. Dus graag een duidelijke uitleg van u hierover. In het verlengde daarvan mis ik dan toch ook, naar dit raadsvoorstel kijkend, de duidelijke onderbouwing van waar deze twee budgetten voor bedoeld zijn. Gaat dat naar de samen doen teams? Is het voor de herbeoordelingen? Ik sluit me hier wel bij aan bij andere vraagstellers. In de bijlage die bij dit voorstel is gevoegd, wordt op pagina 4 gesteld. Een collega Reiling refereerde daar ook al, geloof ik, aan dat een aantal zaken vanaf oktober zal plaatsvinden. Maar enkele alinea's later staat dat, zeker wat betreft de jeugdzorg, het niet meer mogelijk is om dat dit jaar uit te voeren. Wat is het nu? Is het toch dit jaar of is het volgend jaar? Eveneens met betrekking tot de bijlagen waarin het deels over evaluatie gaat, mist mijn fractie wat de burger er nu van vindt. Want die moet toch centraal staan. En zeker als het om een evaluatie gaat, moeten opvattingen, meningen van onze burgers terug te vinden zijn in deze bijlagen. Graag hoor ik van de wethouder hoe de opvattingen van de burger om wie het gaat, dan wel ervaringen van de samen doen teams die dagelijks met de burger in contact staan, in deze bijlagen een plaats kunnen krijgen. Nu is de evaluatie wel erg eenzijdig vanuit perspectief van financiën en bedrijfsvoering opgezet. Tot zover eerste termijn. Dank u wel, heer Van der Grampel. Ben ik aangekomen bij Leefbaar Hardenberg, mevrouw Baarslag. Dank u wel, voorzitter. Ja, wat blijft er nog over, vroeg ik me net af. Laat ik me richten op het werkveld, want ik begrijp ook wel dat elke nieuwe werksoort heeft even tijd nodig, is lastig en dan moet je in investeren. En pas dan gaat het wat opleveren, maar ja, we zijn wel een jaar verder. Dus ik heb me even laten informeren in het werkveld en daar komen een aantal vragen naar voren. Men vraagt zich af of er voldoende ervaring is op alle gebieden bij het team. Welke activiteiten leveren onvoldoende resultaat? En dat ook in het tijdpad. Wat gaat de gemeente daarmee doen? Want onvoldoende resultaat kan voortschrijdend veel problemen opleveren, omdat men niet weet wat daaraan gedaan moet worden en dan blijft het een grote kostenpost. Ik hoor ook vanuit huisartsenpraktijken dat mensen niet goed weten waar ze terecht kunnen en dat ze pas na doorverwijzing van een huisarts contact gaan opnemen met de teams. Dus qua PR schijnt er nog wat aan te mankeren. Dat de feedback nog niet optimaal is. Ja, die financiële inkijk die we gisteren ontvangen hebben, die heb ik vannacht niet gelezen in bed. Daar heb ik wat anders gedaan. Wij vragen ons ook af dat extra budget waar het voor bedoeld is, daar graag wat uitleg over. Dank u wel, mevrouw Baarslag. Dan wil ik nu graag de portefeuillehouder, heer Van de Vent, het woord geven om uitleg te geven en wat duidelijkheid te scheppen in deze geruime vragenbrei. Waarbij ik overigens ook een behoorlijk aantal technische vragen heb gehoord. Dus ik ben even benieuwd of de wethouder in staat is om daar nu
op dit moment antwoord op te geven kan. Dank u, voorzitter. Het is wethouder De Vent, niet van De Vent. Kleine excuus, meneer De Vent. Ja, er zijn mensen die ook zo heten, maar daar zijn weer anderen, geloof ik. Maar geen enkel probleem wat mij betreft. Ik richt mij op de casus, op het voorstel. Allereerst wil ik even anders starten, want u heeft allemaal heel veel inhoudelijke vragen gesteld. En ik begrijp heel goed die vragen die nu voorliggen. Vragen waar wij ook in de dagelijkse praktijk nog mee worstelen. En mee worstelen bedoel ik eigenlijk in de positieve zin. Want we zijn wel aan een hele grote operatie gestart. We zijn bezig met een van de grootste hervormingen sinds de jaren 60, sinds de komst van de AWBZ. Het hele landschap staat op de kop. En er komen veel meer taken naar de gemeente toe. En dat vraagt nogal wat aan inzet, verantwoordelijkheid, kennis, informatie, geld en alles wat daarbij hoort. En dat gebeurt elke dag met heel veel inzet van mensen. Mevrouw van der Hoek wees er volgens mij wel naar. U ziet het ook in de dagelijkse praktijk. Als u eens bijvoorbeeld in contact bent geweest met het Samen Doen team zelf, waar mensen uit de praktijk spreekt, de inzet is heel sterk. En de betrokkenheid is heel erg groot. Dat durf ik hier gewoon te zeggen. En of het nu gaat om mensen die in de back-office zitten, de EKT, of die met beleid te maken hebben, of die in de uitvoering zitten, Samen Doen teams. Er wordt keihard gewerkt elke dag, dat durf ik ook heel erg duidelijk te stellen. Om ervoor te zorgen dat we zo goed mogelijk met de kennis van nu proberen die veranderingen op een goede manier vorm en inhoud te geven. En ik zeg u ook daarbij dat er ook heel sterk vanuit de regio wordt gekeken hoe Hardenberg dat doet. En dat is niet om onszelf op de borst te kloppen, op de schouder te kloppen, maar omdat we wel heel serieus bezig zijn met die grote verandering. Ook rondom dat sociaal contracteren, want daar lopen we in voorop. Daar kom ik straks nog wel op terug, want u heeft vragen gesteld over het sociaal contracteren. Maar dat wil ik eigenlijk als aftrap benoemen. En natuurlijk blijven daar ook heel veel vragen. En ik begrijp ook heel goed dat uw raad daar grip op wil krijgen. Net zo goed als wij daar grip op willen krijgen. Maar de grip van vandaag is nog niet de grip van morgen, zeg ik dan ook maar. Omdat er nog onzekerheden zullen blijven de komende tijd. Ook in verband met bestanden die nog niet op orde zijn. En ik heb het dan over beïnvloedbare en niet beïnvloedbare zaken. Daar gaat het wat mij betreft om. En even het beleidskader, want u vraagt ook voortdurend naar verantwoording. We hebben in september, ik neem u nog even mee in de historie, want misschien is dat goed om dat nog een keer te schetsen. En misschien is het ook wel goed om dat nog even aan u duidelijk te maken als een schriftelijke reactie naar aanleiding van deze vergadering, in de aanloop naar de besluitvorming, dat we nog even het beleidskader even goed voor u neerzetten. Want we zijn in september gestart met het beleidsplan, zoals u weet, hè, september 2014. En we hebben daarin de contouren met elkaar ook vastgesteld. Hoe gaan wij aan de slag? En u heeft mij als raad toen ook meegegeven van doe dat heel zorgvuldig. Zorg voor die persoonlijke aandacht naar mensen toe. En dan kom je er niet in één gesprek uit, dan maar twee of drie gesprekken. En zo zijn we daar ook op ingegaan. En dat heeft heel veel tijd en energie gevergd. En dat heeft ook geleid tot het feit dat we misschien inderdaad niet met die herbeoordelingen helemaal up-to-date zijn. Maar juist vanuit de zorgvuldigheidsgedachte hebben we gezegd, wij willen een goede analyse van de zorgvraag. Want als je hem nu niet goed analyseert, kun je ook niet goed adviseren. En is de oplossing op korte termijn misschien wel een hele dure op lange termijn. Zo moet u dat zien. Dat kader hebben we met u vastgesteld. En ook het sociaal contracteren. Hoe ga je anders om met een zorgvraag? Hoe kun je ervoor zorgen dat er niet P mal Q wordt gefactureerd? Waar het zorglandschap bijna aan failliet gaat, zeg ik dan maar, afgelopen jaren. Maar hoe kun je op resultaten sturen? En hoe krijg je daar de zorgpartijen bij mee? Dat is de uitgangspunt geweest bij de beleidsvaststelling in 2014. En toen hebben we ook gezegd tegen u, het is mensenwerk wat hier om gaat. Hè? Het is mensenwerk. We draaien niet aan een knopje naar links of rechts en dan gaat het wel beter of harder of zachter. Nee, het is mensenwerk. Dat betekent elke dag, elke minuut van de dag voortdurend manoeuvreren om ervoor te zorgen dat je kunt voldoen aan de uitgangspunten die u toen met ons heeft vastgesteld. En die onzekerheid niet alleen bij ons, maar ook bij de mensen zelf, die hebben we ook geproefd. Letterlijk ook aan de keukentafel. Maar er is ook begrip voor het feit dat het anders moet. In november, december 2014 hebben we met u het raadsvoorstel besproken. Taakuitbreiding, invoering, WMO en P-wet.
En ook dit voorstel, nu bijna een jaar later, richt zich primair op de organisatie en uitvoering van de transities. Het is nog niet een beleidsmatige verantwoording. Maar wij komen aan het eind van het jaar bij u terug met die beleidsmatige verantwoording van waar staan we nu. In juni hebben wij vervolgens een tussenrapportage gedaan, zeer uitgebreid. Stand van zaken van de transities. En we hebben u ook al getoond de eerste versie van de monitor. U weet wel, de sturingsmonitor, sociale monitor. En die zijn we nu verder aan het ontwikkelen. En voor de raadsleden die in de raadswerkgroep zitten, die hebben ook de laatste versie inmiddels gezien, die wij binnenkort kunnen presenteren. En nu, vandaag, staan we voor het voorstel om door te kunnen gaan met die transitie, maar ook transformatie naar 2016 toe. En die transitie, dat betekent nog heel veel herstelwerk. Want ja, we hebben niet een jaar geleden kunnen vermoeden dat de bestanden met meer dan 40% waren vervuild. Informatie die wij moesten, die we overkregen vanuit het Rijk. Niet beïnvloedbaar, zeg ik dan maar heel helder. En ik ben er vooral voor om dingen die wel beïnvloedbaar zijn, om die ook te verantwoorden. Maar er waren ook een aantal onbeïnvloedbare actoren. Daar hebben we wel mee te maken gehad. PGB-problematiek, sociale verzekeringsbank. U heeft het allemaal waarschijnlijk gevolgd. En dat heeft ook zijn weerslag gehad op onze gemeente hier. Dus we hebben keihard moeten knokken en werken om alles opgeschoond te krijgen. Dus 2015 staat ook in het teken van een opgeschoond landschap. En we zijn er nog niet. Want we hebben ook gemerkt dat het vooral binnen de jeugdzorg nog veel meer extra aandacht, tijd en energie vergt om dat goed op orde te krijgen. En vandaar ook dat we later hebben gezegd, we willen op het moment pas dat we die informatie helder hebben, dan kunnen we ook goed de gesprekken gaan voeren vanuit onze samen doen teams. Dus dat betekent ook later in de tijd. Ja, en dat betekent ook opschuiven zeg maar, van de indicatiestelling in tijd. Maar u heeft ook met mij vastgesteld, zorgvuldigheid boven snelheid. Weet u nog? Dat verklaart heel veel, denk ik, ook van het feit dat we met de herbeoordelingen meer tijd vragen dan misschien vooraf een jaar geleden was begroot. Ik heb ook begrip voor het feit dat u zegt met elkaar van ja, we willen ook graag wat meer praktische informatie. Hoe gaat het dan met die samen doen teams? En wat gebeurt er nou met die participatiewet? En wat gebeurt er met die tegenprestaties, zoals meneer Brink dat noemde? Nou, we hebben gezegd, het lijkt ons goed om los van dit voorstel, wat puur over die bedrijfsvoering gaat, om met u te kijken naar die beleidsmatige verantwoording en u ook mee te nemen in de uitvoering van alle dag. Dus we hebben 2 avonden belegd en die zijn als het goed is, staan nu ook in uw agenda, in november. En nu, mevrouw Hansen die verwees er volgens mij al naar. En in december hebben we 2 avonden belegd om u enerzijds mee te nemen in november. In de WMO en jeugdwet. En de monitor, een sturingsinstrument. En in december hebben we gezegd, willen we rondom de participatiewet met u uitgebreid in gesprek. En u meenemen in de dagelijkse praktijk. Dat heb ik even vooraf willen duidelijk maken, voorzitter. Het heeft misschien even wat lange aanloop gehad, maar ik vond het wel nodig om dit met de raad te delen. Ik ga proberen de vragen zo goed mogelijk te beantwoorden. Als het gaat om het specifieke financiële vragen, dan zal ook collega wethouder Jansen daarop reageren. En ook als het gaat om vragen heel specifiek over de jeugdzorg. Meneer Brink. Het gebiedsteam, uitbreiding toelichten. Nou, ik heb al verteld, transitie. Dat is het hoofdmoot voor dit jaar 2015. Daar heeft ons, ik heb u zojuist uitgelegd waarom wij daar meer tijd en energie hebben moeten steken dan ons misschien lief was. Maar juist om te kunnen gaan werken vanuit het opgeschone landschap, met de juiste informatie om op de juiste manier ook de goede indicaties te kunnen stellen. En, niet onbelangrijk, we hebben natuurlijk ook in 2015 de stappen gemaakt naar sociaal contracteren. Er zijn gemeenten geweest die hebben gezegd van jullie gaan wel heel hard in Hardenberg. Waarom niet gewoon even dat landschap op dezelfde manier vormgeven en misschien later naar naartoe werken. Maar wij hebben gezegd, als je het goed wilt doen en je hebt vertrouwen in die transformatie, dus het volledig anders gaan werken, dan moet je daar nu mee starten. En dat heeft er ook toe geleid dat we bepaalde herbeoordelingen verlaat hebben. Dat klopt. Er was ook een aantal van u die dat gevraagd heeft om aansluiting te kunnen vinden bij het sociaal contracteren. Want we zijn op 1 september, zoals u weet, gestart met die nieuwe vorm van contracteren. Het inkopen op basis van resultaat en geen P-mal-Q. Daarin nogmaals
hebben we heel veel geld, energie ook verloren de afgelopen jaren. Voorzitter, mag ik een vraag stellen? Dat mag u, meneer Dogger. Ik wou de wethouders vragen hoe hij de koppeling legt tussen het herbeoordelen en het sociaal contracteren. Dat je moet wachten met herbeoordeling, tenminste zo heb ik het gehoord, totdat je dat sociaal contracteren op rit hebt staan. Volgens mij kun je toch heel goed de zorgvraag indiceren, dus de keukentafelgesprekken voeren, de indicaties vaststellen, om dat vervolgens als input, denk ik, te gebruiken, juist bij je sociaal contracteren. Ik zie niet in dat dat van elkaar afhankelijk moet zijn, zoals hij dat net beschreef. Ik mag reageren, voorzitter. Nee, kijk, ik denk dat er juist wel een koppeling ligt, om dat maar even te duiden. Op het moment dat je zou gaan herindiceren, herbeoordelen, zonder sociaal contracteren, maar je weet dat het eraan komt. Hè, je geeft geen indicaties af voor een paar weken of twee maanden. Dat doe je dus niet. Dus we hebben gezegd, als het voorzienbaar is, dat we op 1 september kunnen starten met het sociaal contracteren. Dan ga je niet nog even vlak voor tijd zeggen van ja, ik ga nog een verlenging toepassen van een half jaar of een jaar op basis van de oude situatie. Dan pak je de nieuwe situatie, want je zit ook zo met mensen in gesprek aan de keukentafel. Dus wij werken vanuit het nieuwe perspectief. En we hebben alleen maar gezegd, we hanteren alleen maar een verlenging, een administratieve verlenging, op het moment dat we nog niet toe zijn aan het keukentafelgesprek. Dat is ons uitgangspunt geweest. Ik ga verder met de vraag. De inloopbijeenkomsten, ja, die hebben wij toegepast destijds om te kijken wat voor effect dat ook zou hebben. Of mensen ook in staat zijn om collectief zeg maar, hun vragen te kunnen stellen. Nou, je hebt toch gemerkt dat een deel zich daarin thuis voelt. Maar een ander deel zegt van ja, ik heb liever toch dat persoonlijke benadering. En ik wil ook niet geconfronteerd worden met mijn zorgvraag met anderen tegelijk. Dus daar hebben we wisselende resultaten en ervaringen mee. En we gaan natuurlijk veel meer nu op de toer van de persoonlijke gesprekken, want dat is ook uiteindelijk waar het om gaat met elkaar. Mag ik even één klein vraagje hoofd stellen, meneer de voorzitter? Zeker, heer Brinks, dat u uw vraag maar. Dank u. Is het dan zo dat op den duur de inloopinkomsten zullen stoppen? Als zegt u van nee, dat laat nog even in stand? Of... Nou ja, ik denk dat als het gaat zeg maar om de herindicaties en herbeoordelingen, dat een persoonlijk verhaal is. Op het moment dat je zegt van er verandert iets weer wettelijk bijvoorbeeld. En het heeft betrekking op een groep mensen. Dan kun je altijd nog eens met elkaar vaststellen van nou laten we voor die groep en voor wie daar behoefte aan heeft en dat wil een bijeenkomst beleggen. De jeugdzorg komt mijn collega zometeen terug op uw vraag. Decentralisatie en transformatie heb ik volgens mij net al iets van gezegd. Het sociaal contracteren. Ja, innovatie is soms heel simpel. Hè? Dat is, wij denken vaak dan in hele ingewikkelde termen en instrumenten. Maar het is wat ik gemerkt heb in de contacten die ik zelf heb met de gebiedsteams. Ik ben vorige week nog een middag geweest bij gebiedsteam Noord. Om ook zelf op de hoogte te blijven van wat speelt er nou eigenlijk in die praktijk. Want we kunnen het allemaal op papier bedenken, maar de praktijk is soms wat anders. Heel simpel. Wij merken gewoon dat we heel dicht in de omgeving acteren van de zorgvragen. Dat als je zicht krijgt op die omgeving, de ondersteuningsmogelijkheden daarbij, dat je soms heel gemakkelijk een eerste stap kunt doen naar een oplossing die je anders misschien in de oude situatie niet had bedacht. Dus gebruik maken van het netwerk van de omgeving om een lichte ondersteuningsvraag van mensen, ik heb het wel over een lichte ondersteuningsvraag, te kunnen beantwoorden. En daar hebben we in de praktijk al wel hele verschillende voorbeelden van gezien. Het was niet voor mensen normaal dat ze bij een lichte zorgvraag bijvoorbeeld naar de buren of naar de familie gingen in de omgeving. Omdat men gewend was om met die vraag gewoon naar de overheid te stappen. En juist door de ervaring die we hebben met samen doen teams en het vertrouwen wat is ontstaan met de samen doen teams, omdat ze zo dicht in de omgeving acteren, kwam in feite het in een aantal gevallen tot een heel snelle oplossing. Dus we hebben gemakkelijke voorbeelden gehad. Dat wil niet zeggen dat we op die manier elke vraag kunnen beantwoorden. Hè. Laat het ook maar helder zijn. Uw vraag over mantelzorgplan. We hebben in concept nu een mantelzorgplan gereed, ook rondom het compliment. Dat heeft wat langer op zich laten wachten, want ik was er zelf nog niet helemaal tevreden mee, dat zeg ik maar gewoon zoals het is. Ik vond dat er nog te veel het op het oude beleid doorborduurde. En we hebben gezegd, we kijken nog eens een keer goed samen met een adviseur van Metso, de landelijke organisatie op dit terrein, die hebben we hier in Hardenberg gehad. En we hebben gezegd, kijkt u nog met ons mee hoe wij inhoud en vormgeven van mantelzorg. En hij was daar positief over, maar zei van let op die onderdelen kun je nog wat meer doen. Ook rondom het compliment.
En kijk bijvoorbeeld nog eens hoe het in Deventer is georganiseerd. Dus we hebben ook onze oren en ogen te luisteren gelegd. En we hebben daar ideeën in meegenomen. En ik verwacht binnen een week of 2-3 dat er een mantelzorg uitvoeringsplan ligt wat naar u toe komt. Collectieve polis. Ja, dat is een lastig onderwerp. We hebben, zoals u weet, die collectieve polis. Daar is minder gebruik van gemaakt dan in het verleden. En ik was er zelf verbaasd over, omdat ik dacht van nou, volgens mij binnen ons netwerk van werk en inkomen. Hè, want we hebben overal signaleerders in onze uitvoering die de mensen erop wijzen dat ze gebruik kunnen maken van die zorgverzekering. En toch wordt er niet heel veel gebruik van gemaakt. Dus ik wil ook graag weten, heb ik ook gevraagd van hoe dat komt. Dus dat gaan we onderzoeken. Maar tegelijkertijd heb ik ook gezegd, het geld daarvoor willen we ook goed gebruiken. Dus op het moment dat er minder gebruik van gemaakt wordt, kun je ook wat doen aan de hoogte van de tegemoetkomingen. Dat is volgens mij wat er in het stuk ook staat. Maar ik ben nog op zoek. Ik heb ook altijd geroepen van, ik vind dat we daar een actief beleid op moeten voeren. Niet passief, niet dat op het moment dat mensen hier komen, dat we dan zeggen, nou we hebben iets. Maar dat we dat actief uitvinden bij werk en inkomen, bij de samendoenteams. Kortom, alle uitvoeringsorganisaties die betrokken zijn bij mensen met een beperkt inkomen. Dat wat betreft uw vragen, meneer Brink. Ik neem even een slokje als u het. Dan ga ik door met uw welbevinden, voorzitter, met mevrouw Kloekhorst. Nou, ik heb volgens mij aan het begin al mevrouw Kloekhorst iets verteld, het hoe en het waarom van dit voorstel en hoe dat in relatie moet worden gezien tot de andere documenten. En nogmaals, ik zal zorgen dat u een overzicht krijgt, zeg maar even van de beleidsstukken en hoe u dit voorstel daarin moet plaatsen. Ik heb ook iets verteld over de herbeoordelingen en het waarom van het uitstel. Dus inderdaad, ja, dat is de aansluiting met sociaal contracteren. Beschikbaarheid van de juiste gegevens, nogmaals. En dat zijn voor ons twee belangrijke factoren geweest om te zeggen van nou, dan nemen we daar gewoon wat meer tijd voor. En bij die zorgverzekering, waar u op naar verwees, of daar de kostendelersnorm nog een rol heeft gespeeld. De goede vraag, dat durf ik niet zo beantwoorden. Dus die vraag zal ik ook moeten gaan uitzetten. Ja? Ja, het ATC, arbeidstrainingscentrum, bedoelt u volgens mij hier in Hardenberg. Ja, daarin werken wij samen met, zoals u weet, met LARCOM. Eén uitvoeringsorganisatie, althans de werkgeversbenadering doen we gezamenlijk. Eén club. En wij sluiten ook daarbij met het UWV aan. Alleen het UWV is nog wel heel erg vrij in de wijze waarop ze daarin opereert. Want wij kunnen geen samenwerking afdwingen met het UWV op dit terrein, zeg ik dan maar. En ik moet u wel vertellen dat als het gaat om de uitvoerders van de UWV hier ter plekke in Hardenberg, dat er een prima samenwerking is, maar ze zijn zelf aan zet om te bepalen van willen we gebruik maken van het ATC of niet. En de ICT-oplossingen, ja, dat is weer zo'n mooi onderwerp. Nou, ik heb u volgens mij in het stuk ook verwezen naar Factis, de bestanden die we daarvoor gebruiken, de suite voor regie. Misschien sommigen al hebben van u enkelen misschien het al gezien. Prachtig instrument, denk ik, om de gegevens op een adequate, snelle manier van mensen te verwerken. Ja, dat is een hele operatie geweest om een goede aansluiting te kunnen vinden met onze bestanden van gemeenten en andere partijen. Ja, dat zal nog wel een slag verder, moeten we nog wel een slag verder voor ontwikkelen. Dus ik denk dat we nog wel een jaar bezig zijn om dat goed op orde te krijgen. We proberen dat zo goed mogelijk te managen. En dus met de kennis van nu u ook adequate informatie te kunnen bieden voor managementinformatie en verantwoording naar u, naar uw raad. Maar dat is nog niet een kwestie van dat vandaag of morgen klaar is. En dat kun je niet verwachten, want het is een geweldig ingewikkelde operatie. Omdat we hier hebben te maken ook met in systemen die voortkomen uit die drie decentralisaties. Ga er maar aan staan, zou ik willen zeggen. Mag ik daar nog even op reageren? Jazeker, mevrouw Kloekhorst. Want het is toch elke keer weer een forse investering in de ICT. En u zegt ook terecht, dat is de kennis van nu. We weten natuurlijk allemaal dat dat heel snel alweer achterhaald is. Als we zien hoe ICT zich elke keer ontwikkelt, kunnen wij als raad dus ook verwachten dat er structureel voor het ICT-verhaal geld gevraagd zal worden aan deze raad. Ik kan u niet toezeggen dat het niet zo is. Dus daarmee heb ik uw vraag denk ik wel beantwoord. Mevrouw Van der Hoek,
grip op de financiële situatie. Nou, volgens mij heb ik in mijn inleiding al, ben ik al ingegaan op uw zorgen. Want u stelde een aantal terechte vragen. Maar ik heb u ook aan verteld wat er ons te wachten staat als het gaat om het duiden van wat is nou de praktijk van alle dag. Het vertrouwen waar u op doelt. De controle. En nogmaals, het ontwikkelen van de instrumenten die wij hebben. En de monitor. En die komt hier uitgebreid aan de orde in november. Daarin zullen we nadrukkelijk laten zien hoe we dus monitoren en voor u kunnen gaan sturen op informatie. En het is allemaal nog niet helemaal 100%. Dat moeten we ook gewoon met elkaar willen vaststellen. We staan midden in die operatie, we zijn nog amper een jaar bezig. En ik snap dat iedereen in de hele wereld zegt van ja, controle, controle, controle. Maar zover zijn we nog niet. Maar met de mensen en met de middelen die we hebben, zijn we wel in staat om u zo goed mogelijk tussentijds van informatie te voorzien. Dat is de situatie van dit moment. En daar zijn we niet alleen in. Dat geldt voor al die 392, geloof ik, gemeenten, dacht ik, hè? 92, ja. Ja, het kan met de dag veranderen. Ik ga naar mevrouw Kelder. Ja, en als het gaat om uw vragen rondom doelmatigheid en controle, daar heb ik iets over gezegd. Doelmatigheid meet je dus ook aan de hand van een beleidsplan. En we komen dus met een verantwoording van het beleidsplan. En daarin kunt u ook samen met die monitor de doelen meten, zeg maar, die we met elkaar hebben gesteld en kijken van waar staan we dan op dit moment. Dus dat komt terug. Ja, en als het gaat om verantwoordelijkheid voor de teams, ja, dat is een verantwoordelijkheid van ons gezamenlijk, zou ik willen zeggen. Hè? Maar met name ook van de BOH in dit geval. Mag ik even een vraag tussendoor? Want u zegt de verantwoordelijkheid van de BOH, maar ook van ons. Maar hoe moet ik dat dan zien? Want ik denk, we hebben het geld naar de BOH gedaan straks en hebben we er niks meer over te zeggen. Dus daar. Nee, maar goed, die BOH die gaat natuurlijk wel over de uitvoering van het werk. Kijk, en daarom hebben we ook gezegd van die egalisatieposten, want dat was ook een vraag van een enkele van u. Het gaat deels over tekort aan budget, maar het gaat ook deels om mensenwerk uit handen. Dus, en die mensen, dat mensenwerk, dat bepaalt wel uiteindelijk de doelmatigheid en de kwaliteit van het werk. Dus daarom zeg ik ook, het is van ons samen. Dat bepaalt u ook met ons samen. Co-creatie heeft u mij naar gevraagd. Ja, co-creatie, dat hebben we gebruikt bij de samenwerking met het sociaal contracteren. We hebben gezegd van, wij kunnen dat niet alleen bedenken. Dus we hebben, zoals u misschien wellicht weet, heel veel sessies gehad met zorgaanbieders in de aanloop naar de raamovereenkomst. Maar we hebben ook gezegd, kom maar op, vertel ons maar hoe jullie dat in de dagelijkse praktijk doen. Want wij kunnen wel een blauwdruk of een model ontwikkelen. Maar u bent ervaringsdeskundige. En zo hebben we met elkaar in allerlei sessies, zowel aan een volgens mij fysieke tafel als aan een zowel een digitale tafel, met al die zorgaanbieders steeds gewisseld, van gedachten gewisseld en gezegd van hoe komen we nu van PMLQ naar resultaatgerichte sturing. En dat hebben we uiteindelijk met elkaar in al die sessies vastgesteld. Dat is een geweldig mooie ontwikkeling geweest. En daarmee nogmaals hebben we ook een hele belangrijke stap gemaakt. En die wordt ook als redelijk uniek ervaren, zeg maar, op dit moment. Want er zijn heel veel gemeenten die willen weten van hoe hebben jullie dat gedaan. Maar daarmee zijn we er nog niet. Die eerlijkheid wil ik ook maar benadrukken. Want het moet natuurlijk wel in de praktijk nu gaan gebeuren. En nu zie je ook wel sommige zorgaanbieders die zeggen van ja, dat is toch wel een beetje lastig in de praktijk. We hebben wel met elkaar zo vastgesteld. Maar ja, dat betekent voor ons ook loslaten. Als je het niet gewend bent, dan wordt het wel ingewikkeld. Dus het is een leerproces, niet alleen voor onze organisatie, maar ook voor de partijen met wie we de raamovereenkomst sluiten. Ik ga proberen wat snelheid te maken, meneer de voorzitter. Dank u. Mijn collega Janne Jansen komt straks nog even in op de BOH en de financiën. En dan ga ik door met mevrouw Hansen. Nou, uw betoog was kort en krachtig wat mij betreft. En ik kan me daar ook volledig in vinden. We komen nog met een aantal verantwoordingsmomenten bij u. Dit gaat over de bedrijfsvoering, want we moeten volgend jaar door. En natuurlijk kun je altijd stichelen met elkaar over de volgorde. Maar volgens mij zit het allemaal heel dicht bij elkaar. En komen we op een hele korte termijn weer bij u terug. Met de wijze waarop we 2016 verder willen met transitie. Daar hebben we nog mee te maken. Maar vooral met de transformatie. Ja, ik moet nog zelf altijd wennen aan het woord. Meneer Reiling, volgens mij heb ik ook al iets verteld over hoe u de motie, want ik weet heel goed welke motie u bedoelt. Als wethouder behoor je ook de moties te kennen, volgens mij. Maar we hebben ook nadrukkelijk gezegd, vorig jaar inderdaad, kom ruim voor de begroting
in de jaarstukken met de verantwoording. Hè. Maar dit is eerst de bedrijfsvoeringsverantwoording en de beleidsmatige verantwoording komt straks. En dan kunt u zeggen, ja, dat is misschien wel wat laat. Ik denk dat ze snel op elkaar volgen. En nogmaals, eerder is ons dat ook niet gelukt. Zo ben ik maar gewoon heel eerlijk in. Maar we hebben wel gezegd, we gaan niet in november, december pas dit doen. Want dat was vorig jaar aan de orde, gezien de korte invoeringstermijn. We brengen nu wel voor de begroting de consequenties vanuit dit voorstel bij u in beeld. En daar zult u het mee moeten doen. En natuurlijk, heel veel vragen gesteld. En dat begrijp ik ook heel erg goed, maar ik heb ze ook geprobeerd bij u een plek te geven. En ja, u heeft gisteren inderdaad nog een doorzicht, een inzicht gekregen in een financiële inkijk. Die stond er inderdaad ook eerst niet in, want we hebben aangesloten bij het voorstel wat er vorig jaar lag. Maar naar aanleiding van de vragen die uw fractie ook heeft gesteld, van breng dan eens in beeld hoe het zit met die afzonderlijke decentralisaties. Nou, hebben we gezegd, ik snap ook die vraag. En is hij misschien wat laat bij u, maar u heeft hem nog volgens mij op tijd. En ook nog op tijd om over 2 weken een besluit te kunnen nemen. Om te zien hoe wat er gebeurt. Want volgens mij gaat het schema heel mooi aan waar de tekorten zitten en de overschotten zitten in de decentralisaties. En hoe wij de egalisatieposten gebruiken om in de breedte, zeg maar, dat evenwicht te behouden. Maar die posten hebben nogmaals wel nodig om de transitie, het opgeschone landschap, een plek te kunnen geven. Dat is heel belangrijk. Maar vooral ook die transformatie door te zetten. Want we zijn er nog niet. Ook de Samen Doen teams zitten nog midden in het ontwikkelingsproces. Want iemand van u vroeg aan mij van, ontbreekt een ervaring, zei mevrouw Baselaar volgens mij. Ja, mag dat? Na amper een jaar dat we gestart zijn. Ook voor de Samen Doen team mensen betekent het een hele nieuwe manier van werken. Als je altijd gewend bent om 1 aspect van zorg in de uitvoering te hebben, maar je wordt in 1 keer met 5, 6 nieuwe onderwerpen geconfronteerd, dan heeft het wel even tijd nodig. Ja, dat gebeurt. En als u zegt van de huisartsen, nou, we hebben heel veel geïnvesteerd de laatste tijd in de contacten met juist die huisartsen. En we merken dat daar ook die onduidelijkheid nog vaak was van wat kan het Samen Doen team dan doen? Nou, die hebben wat meer bij elkaar gebracht. En ik hoop dat het gaat groeien en dat uw vraag over een half jaar niet meer nodig is. Dat is de situatie van dit moment. Ja, nou mooi. Op de egalisatiepost en de BOH, daar komt mijn collega op terug, Janus Jansen. In de loopspreekuur heb ik iets over gezegd, meneer Reiling. Jeugdzorg zal de heer Jansen kort op ingaan. En zijn we wel in controle? Ja, met de kennis van u zou ik willen zeggen, zijn we in controle. Maar ik weet niet hoe het over een half jaar is, omdat we nogmaals bezig zijn met het opschonen van bestanden. En misschien moeten we wel weer straks kijken hoe het verder gaat. Maar we hebben wel een inschatting gemaakt. En natuurlijk wel geprobeerd een reële inschatting te maken, ook naar 2016 toe. Laat dat maar even helder zijn. En als het gaat om werksporen en participatiesporen, meneer Reiling, nou, daar komen we dan over in december uitgebreid met u op terug. Want ik heb ook gezegd, ik wil over werk en inkomen, dat is een heel specifiek domein. Werkgelegenheid, inkomen, alle inkomensvraagstukken, armoedebeleid. Dat wil ik uitgebreid met u aan de orde stellen op het moment dat we hier bij elkaar zitten voor die informatieavond. Dan laten we ook gewoon zien waar we staan en wat we gedaan hebben. En dan durven we ook die resultaten wel te laten zien. Ik ben zelfs van plan om ook om bedrijven uit te nodigen die dat hier kunnen gaan vertellen wat we gaan doen. Meneer Van der Grampel, uw déjà vu gevoel heb ik volgens mij al voor een deel beantwoord. Het financiële deel zal de heer Jansen beantwoorden. Het starten van de herbeoordeling heb ik volgens mij al beantwoord als het gaat om het moment. Ook in relatie tot het sociaal contracteren. En waar gaat het geld naartoe? Ja, voor een deel voor het budget wat we tekortkomen. En voor een deel de handen en voeten die we keihard nodig hebben om de zaak op te schonen en door te ontwikkelen. Dat is gewoon keiharde realiteit van vandaag de dag. Dat heb je echt nodig om die grote aantallen aan te kunnen. En we hebben volgens mij ook vanuit uw fractie nog een vraag gekregen om aantallen. Hè? Hoe gaat het dan om? Herbeoordelingen? Nou, wat mij betreft krijgt u gewoon die aantallen van mij. En dan zult u die ook zien wat voor omvang die klus behelst. En ja, dagelijks of wekelijks komen er 10 tot 20 nieuwe aanmeldingen binnen, heb ik begrepen. Dus het werk gaat gewoon door, terwijl we ook nog bezig zijn met herbeoordeling. Terwijl we ook bezig zijn met transformatie. Ga er maar aan staan. Maar ze doen het met heel veel plezier en inzet, daar zeg ik er maar gelijk bij. En wat vindt de burger? Nou, dat is een goede vraag. Daar zijn we ook altijd heel benieuwd naar. Dat vragen we natuurlijk ook in het gesprek met mensen. Wat vindt u er nou eigenlijk van? Lijkt me een logische vraag toch, aan het eind. Of misschien wel aan het begin. Maar er ontstaan altijd hele mooie gesprekken.
En wij vertellen dan de wijze waarop wij werken. En dat het ook soms pijn kan doen, hè, dat je anders kijkt naar de materie. En dat je misschien nu een beroep moet doen op de omgeving, terwijl je dat in het verleden niet deed. Maar men heeft ook begrip voor de situatie dat het anders moet. Ook al zijn dat dan pijnlijke cursussen voor de betrokkenen zelf. En wij hebben gezegd, het gaat niet alleen om het gesprek, het gaat ook om het meten van die kwaliteit, of van de tevredenheid. We zijn zelf bezig om daar nu ook een model voor te ontwikkelen, om bijvoorbeeld ook bij de indicatiestelling, of na het afronden van een zorgtraject te kijken van, is men tevreden geweest over de inzet van de ondersteuning van de gemeente? En er ligt natuurlijk een wettelijke opdracht om ook de klanttevredenheid te toetsen. En daarnaast heeft u nog de mogelijkheid om via ons nieuwe systeem, waar staat je gemeente, u ook niet onbekend, te kijken van nou, hoe er gekeken wordt in zijn algemeenheid naar de wijze waarop wij inhoud geven aan de decentralisaties. Voorzitter, mag ik de wethouder even een vraag stellen? Hoe denkt u dan de evaluatie een plaats te kunnen geven in deze evaluatie? Want daar hoor ik u nog niet over. Ik heb het niet over deze evaluatie, dit is een voorstel. Ik weet niet welke evaluatie u bedoelt. Nou, ik gaf in mijn betoog aan van het gaat om de burger. U gaf zelf ook aan van de burger vindt er wat van. Juist vanuit die menselijke maat zou ik zeggen van geeft dat ook een plaats in deze evaluatie. Ja. Dan heb ik u verkeerd begrepen. De opdracht en het signaal lijkt mij wel helder. Maar dat gaan we ook wel zeker doen. Alleen we zoeken nog naar de juiste instrumenten voor om op basis van de ervaring die we tot nu toe hebben opgedaan, daardoor op een goede manier plaats te kunnen geven. Maar je zit natuurlijk wel nu ook midden in een transitie. Hè? Laten we ook maar even helder zijn. En de evaluatie wordt spannender op het moment dat je naar de transformatiefase gaat. We komen daarop terug. Mevrouw Baarslag, volgens mij heb ik uw vragen over werkervaring, huisartsenpraktijk beantwoord, even als financiële inkijk. En waar het geld naartoe gaat, heb ik volgens mij 3 keer verteld. Dus ik dank u wel. Nog één aanvulling, voorzitter. Mevrouw Baarslag. Ik had gevraagd naar, ik ben trouwens begonnen met te zeggen, nieuw werksoort. Want u deed uw beantwoording met veel ziel en zaligheid. Dus wat dat betreft, vind ik dat we een goede. Ik hoor dat u er heel erg mee bezig bent. En dat is natuurlijk prima, maar ik heb ook gezegd, er moet geïnvesteerd worden. Het is een nieuwe werksoort. Maar daarom is het wel belangrijk om te weten of u een kaart heeft welke kwaliteiten er nog verbeterd moeten worden. Nou, daar heb ik die vraag over gesteld. En wat gaat u daarmee doen? En ook, mijn vraag was ook dat mensen kennelijk nog onvoldoende weten of daar nog actie in wordt ondernomen, waar ze terecht kunnen bij de teams. Het zijn 2 dingen volgens mij die u noemt. Het gaat om kennis en kwaliteit van de collega's in het samen doen team. Nou, dat is een voortdurend scholing- en trainingstraject. En dan moet u niet denken dat er elke keer weer een club komt invliegen die vertelt hoe het dan moet. Dus vooral met elkaar uitwisselen van ervaringen. Want daar gaat het wat ons betreft om. En af en toe heb je wel even extern iemand nodig die je op weg helpt. Zeker bij nieuwe kennis en nieuwe opdrachten die je krijgt vanuit het Rijk. Dus het is voortdurend elke dag een leerproces. En ik heb zelf eens bij de evaluatie gezeten van het samen doen team. En ook bij een casuïstiek bespreking. En dat is al een heel erg een leerproces. Want iedereen kijkt toch vanuit zijn eigen raster naar een vraagstelling van iemand. Dus wij proberen op alle mogelijke manieren, binnen de beperkt beschikbare tijd, want het uitvoeringswerk elke dag gaat keihard door, proberen we er toch heel veel aandacht en tijd aan te besteden. Want uiteindelijk bepaalt dat de kwaliteit van je werk ook de effectiviteit van je werk. Dat is heel belangrijk. Ja, dat begrijp ik. Alleen mijn vraag was, is er nou een specifiek onderwerp, een specifieke kwaliteit, waarvan je zegt, nou als gemeente lopen we daar gewoon mee achter, want dat hebben we gewoon niet in huis of onvoldoende in huis. En of daar wat aan gedaan wordt. Ja. U zegt, we gaan trainen en we horen elkaar. Natuurlijk neem je daar een hoop van mee, maar er kan iets zijn waarvan je zegt, nou daar specifiek moeten we onze aandacht op richten. Heldere vraag wat mij betreft, voorzitter. Nou, als het gaat om een aspect waarvan wij zeggen van dat zou meer nog de nadruk moeten krijgen, de aandacht moeten krijgen. We zijn natuurlijk heel veel met herstelacties bezig geweest, laat het ook helder zijn. En met herbeoordelingen. Maar waar we naartoe willen is van de curatieve kant naar de preventieve kant. Dus de preventiekant, dat is nog een heel leeraspect voor ons. Hoe komen we veel meer aan de preventieve kant van zorg? En dat betekent niet alleen dat je daar slimme methodes in moet ontwikkelen, maar vooral de omgeving moet leren kennen. Dus net de omgeving van de klant zelf in dit geval. Nou, en we hebben met elkaar ook afgesproken, ook met de samen doen teams, daar gaan we ook de komende maanden zwaarder op inzetten. Want als je niet goed de omgeving kent van je klant, dan is het heel lastig om ook meer de preventieve kant aan te spreken. Want daar gaat het met name om. En ik heb u volgens mij in het stuk zelf ook laten zetten.
dat 85% van onze kosten zitten nog steeds aan de zorgkant. En 15% aan de preventieve kant. Ik dacht van nou, ik geloof het eerst niet toen ik het zag. Maar het is wel zo. En het heeft alles te maken met die hele die zorgstaat, hè, die zich de afgelopen decennia zeg maar, heeft ontwikkeld. En we moeten echt terug om dat goed een vorm en inhoud te geven. Dus je moet, als het ware, niet starten met een zorgvraag zelf, maar veel meer kijken vanuit de omgeving van iemand. En daarin gaan we aan de slag. En de Samen Doen teams, die hebben ook zelf gezegd, dat willen we ook zelf praktisch vorm en inhoud geven. En bijvoorbeeld donderdag aanstaande gaan ze met heel veel maatschappelijke organisaties in gesprek in hun eigen regio. We gaan een tour doen om te kijken van welke partijen hebben we al, kennen we al en wie kennen we vooral niet. Want daar zou dan wel eens meer kracht in kunnen zitten. Zo zijn we op die manier daarmee bezig. Volgens mij, voorzitter, mag ik even pauzeren. Dank u wel, meneer De Vent. Dan wil ik graag de heer Jannes Jansen naar voren vragen om de overgebleven vragen te beantwoorden. En nu het woord. En dat doet hij het. Er zijn een paar vragen overgebleven over jeugd, indicatiestelling jeugd, per januari 2016. Om dat misverstand maar even weg te halen. Hebben we dan niet genoeg gegevens? CDA, VVD van zijn we wel in controle? En die vraag kwam ik nog een keer tegen. Nou, daar zit best wel een probleem. Ik heb de indruk dat we het heel aardig doen. Als ik kijk naar onze Samen Doen teams die 15 tot 20 gesprekken per week aanmeldingen, meer dan 2500 dus nu al, en hun plek vinden. En we horen daar heel weinig klachten over, denk ik van, we zijn dus een aantal dingen goed aan het doen. Als ik dat vergelijk ook met een aantal andere gemeenten waar ze ook nog weer van systeem aan het wisselen zijn, dan denk ik van nou, dat begint zijn plek te vinden, dat is goed. Maar, als ik even specifiek naar de jeugd kijk, dan snap ik nu wel wat beter waarom Rijk en provincie het eigenlijk wel naar de gemeente willen doen. Want ze waren zelf ook absoluut niet in controle. We zagen zelfs wel dat afrekeningen pas 2 jaar later of zo nog eens een keer kwamen op grote kengetallen van nou, zo zal het wel ongeveer geweest zijn. En wij proberen nu wel grip op de voorkant te krijgen. Nou, voor de jeugd werken we samen in de regio. De BVO probeert daar grip op te krijgen. En die heeft in juni cijfers gegeven waarvan we zeggen, maar hier kunnen we verder niks mee, want de GGZ leverde bijna niet. Of omdat ze zich verscholen achter privacy, of omdat ze met DBC-methoden bezig waren. Ja, zo deden we dat vroeger altijd. En altijd pas als iemand bijvoorbeeld na 2 jaar, of weet ik precies hoe lang, in behandeling was geweest, dan achteraf sturen we de rekening. We zeggen, ja, maar wij willen weten wat jullie onderhanden werk is. We willen daar grip op hebben. Problemen met overgangscliënten. Geen controle. Wat we dan kregen, zeggen we, ja, maar heb je dan het woonplaatsbeginsel gekregen? Oh nee, nog niet. Heb je wel de scheiding 18 plus 18 min gemaakt? Nee, ook nog niet. Heb je wel gekeken of het wel bij de jeugdwet hoort of dat het bij de wet langdurige zorg hoort? Het liep allemaal door elkaar heen. En dus moest dat goed op orde. Zelfs zozeer dat onze BVO hier en daar naar onze zorgleveranciers ging van, zullen we jullie even helpen om de boel een beetje op orde te krijgen? Want we merken dat jullie het niet op orde krijgen. Op een gegeven moment wel eens zo erg dat ik in het overleg in de regio was gezegd heb, nou moeten we er ook mee stoppen. Want dan moeten we eens een keer tegen zo'n zorgleverancier zeggen, je maakt je boel maar beter op orde. En anders nemen we niet meer van je af, dan gaan we wel naar een andere toe. Met andere woorden, zij moeten ook allemaal hun systemen helemaal over de kop. En dat je daar een jaar mee bezig bent, dat snap ik wel. Met andere woorden, we hebben afgelopen jaar naast heel veel goede dingen op inhoud voor jongeren die problemen hebben en die we proberen te helpen en waar we in onze gemeente gelukkig heel weinig klachten over horen, hebben we in de uitvoering en in de administratie en in de computersystemen heel erg veel bagger moeten opruimen. En al die bagger is nog niet opgeruimd. En we hopen nu dat die BVO in november ons cijfers kan geven waarvan we in ieder geval zeggen, dit lijkt er in ieder geval al een stuk beter op, zodat we ook in januari beter die herindicatie kunnen doen. Voorzitter, mag ik er één vraag over stellen? De heer Gelling. Want ik hoor veel dingen die bij mij niet gelijk leiden tot een gevoel van exact grip hebben op de situatie, bagger opruimen, met name in de jeugdzorg, zie ik toch in het overzicht transities, wat u gisteren bestuurde, en iets groter uitgewijs voor mij ligt omdat het wat klein was geschreven,
wat u in de jeugdzorg op een euro nauwkeurig zit op wat u begroot had na de eerste beerrap. En in werkelijk tot en met augustus ja, wijkt u daar nog geen euro vanaf. Dus ik kan het niet helemaal rijmen met dat wat u allemaal schetst voor problemen, bagger en ellende. En dat u dan op 3 euro nauwkeurig zit in die verantwoordingen. Met wat je nu weet en waar je nu vanuit gaat. Maar ik heb de eindafrekening van dit jaar nog niet binnen. Dus hier zit ook best wel een winstwaarschuwing in. Laten we even heel helder zijn. En daar is geen enkele inschatting, hè, want ik maak even de koppeling voor bedragen die u meeneemt naar de begroting zometeen. Pagina 61, waar u ook zegt van ja, ik weet het allemaal niet precies. Maar is er nou een inschatting van de risico's die hier mogelijkerwijs uit voort kunnen komen? Wij hebben, ik hoop dat in november, als we de evaluatie maken, de inhoudelijke evaluatie van wat hebben we gedaan, meer van te kunnen zeggen. Dit is een bedrijfsvoorstel, dan hebben we het over de inhoud en over beleid. En dan hoop ik echt dat we er veel meer grip hebben dan we halverwege het jaar hadden. We zijn ook nog maar een paar maanden bezig. En als je dan na een jaar grip hebt over zaken waar het Rijk na 2 jaar nog geen grip op had, dan denk ik van, dan doen we het echt zo gek nog niet. Maar het is wel een beetje waar dat we met de 3D bezig zijn onze weg door het oerwoud te kappen. Maar we weten perfect waar we heen willen. Maar die weg moet je zo nu en dan wel wat kappen. En soms moet je eens een klein slingertje maken. Of zeggen van anders kom ik daar even niet uit. En soms kost het wat meer zweedruppels dan je gedacht had. Ja, dat klopt. Kijk, als de hele PGB-zaak. We hebben de discussies voor Nieuwsuur en weet ik wat allemaal wel kunnen zien. Als blijkt dat dat op een gegeven moment chaos is. Een sociale verzekeringsbank dat niet kan doen. Dan levert dat bij ons een vracht aan vragen op. Van mensen die onzekerheid zijn, van jongeren. Maar ook van zorgaanbieders die zelf zeggen van jongens, hoe gaat dat dan? En dat is dus een vrachtwerk die we er maar even bij moeten doen, die wij van tevoren niet hadden bedacht. Dus het is een beetje je weg hakken naar een doel wat je precies goed weet. En ik heb daar best wel goede hoop op dat we er wel komen. Ik denk van, als wij het als gemeente niet kunnen, terwijl we aan de voorkant erbij zitten, ja, wie moet het in Nederland dan wel goed doen? Maar snap wel, zou ik tegen u allemaal willen zeggen, dat we niet in één keer van de ellende in een gespreid bedje komen. Ook dat is een weg daar naartoe. En dan kan ik wel net doen alsof je dat allemaal in beeld hebt en allemaal in grip hebt. Dat hebben wij niet, dat heeft geen enkele gemeente in Nederland. Nog een keer, dat heeft geen enkele gemeente in Nederland. En ik durf wat wij in onze regio doen wel te spiegelen aan een heel aantal anderen. En misschien wel aan bijna alle anderen. Waarbij ik niet zeg dat wij een 10 verdienen. Maar het is niet zo van, we hebben in Nederland wel redelijk grip, maar wij niet zoveel. We hebben minstens zoveel grip als heel veel anderen. En dan is er nog een tweede. We hebben, en dan ben ik ook wel bij de vraag van meneer Van der Gram, zegt, ja, maar we hebben ook wel geld gegeven, incidenteel en structureel, om dingen te doen. Daar zit, en mevrouw Kloekers vroeg er ook naar, daar zit ook een grote post egalisatie in. Eigenlijk hebben we een verdediging in 2 lijnen neergezet. Van A, we werken gewoon, of 3 lijnen, we werken knoeterhard binnen de middelen die we hebben en met de mensen die we zijn. En echt door respect voor mijn teams en de samendoenteams, want ze lopen zich het vuur uit de sloppen. En dat zie ik ook bij ons op de afdelingen. Dat zijn inderdaad die mensen van de BOH. Nou, daar zit er bijvoorbeeld eentje. Maar dat zijn wel onze mensen. Nou ja, het zijn helemaal geen rare wezens. Het zijn gewoon onze mensen die ons werk doen. Nee, maar laten we van die BOH nou even geen vijand maken. Dat zijn gewoon onze mensen, onze handen, onze voeten die ons werk doen. En die dus heel hard lopen en die heel hard werken. En dat zijn wij dus gewoon zelf en daar hebben wij grip op doordat u de kader stelt en doordat wij als wethouders op de uitvoering letten. Ik heb dan een aanvullende vraag van mevrouw Van Hoek. Voor mijn beeldvorming, voorzitter, als u grip heeft en het goed doet en al die inzet van de ambtenaren er is, betekent dat in de jeugdzorg dat u dan ook grip heeft op de jeugd? Dat u bij ons in de gemeente weet waar de jeugd met problematiek zit? Nee, dat weet ik nog niet overal. Om maar eens eentje te noemen. Ik zeg maar, van een aantal weet ik wel. Als wat bijvoorbeeld bij Trier zit, zal ik denk ik vrij precies weten. Maar wat bij de GGZ zit, 85% tot 100% van de jongeren in heel Nederland gaat buiten de samendoenteams via de huisarts naar de GGD. En als die GGD zegt, om privacyredenen wens ik niet te leveren, ja, dan ben ik er zo langzamerhand klaar. Uit de GGZ zeg ik dan, niet GGD. Als die GGZ zegt, om privacyredenen wil ik niet leveren, dan zeg ik, nou dan gaan we weg, dan gaan we naar een andere toe. Zover ben ik wel. Maar
Dat is één. En als ik om hun DBC-methodes, zoals het vroeger ging, waardeloze methodes trouwens, als ze daarom niet kunnen leveren, ja, dan hebben wij het grip dus even niet. Dan zitten ze dus ergens. En vandaar dat wij nu gezegd hebben, wij willen van jullie per kwartaal weten het werk wat jullie onder handen hebben. Maar anders kunnen wij financieel niet sturen. Nou, en dat begint nu steeds beter te komen. Voorzitter, dus, mag ik even een aanvullende vraag stellen op de heer Van der Gampel. Ik de wethouder hoorde zeggen over het budget van 2014, wat deels naar de egalisatiepost is gegaan. Dat klopt voor 547.000 euro, maar dat klopt niet voor 969 en 1,3 miljoen. Alvast, maar daar zullen ook heel veel dingen voor gebeurd zijn. Maar wat we nu doen is, kijk, wij hebben een egalisatie. Kijk, laat ik het andersom zeggen. Ik heb net verteld dat wij een heel aantal dingen doen, dat een heel aantal dingen goed gaan en dat een heel aantal dingen toch nog wegkappen is in het oerwoud. En we zijn er heel veel dingen tegengekomen en we moeten nog een heel aantal dingen doen. Bijvoorbeeld het verhaal van de herbeoordeling, dienstenbedrijf, inzet van de gebiedsteams, heel veel extra vragen die we krijgen omdat mensen onzeker zijn geworden. Heel veel mensen die onjuist zijn, die we weer op de goede weg moeten helpen. Er zijn een aantal hoge indicaties waar we naar moeten kijken. Er zijn een aantal lange indicaties waar we naar moeten kijken. Dus we moeten heel veel dingen doen om de boel op orde te krijgen. Dus we moeten die transitie, we moeten die boel overnemen. En we willen hem verbeteren. Nou, daarvoor hebben we een egalisatiepot. Daar is onze verdedigingslinie voor als er dingen onduidelijk zijn en als er dingen geld kosten. Als je in het lijstje kijkt, dan gaat het meeste weg naar de meicirculaire, waarbij het Rijk zegt, wij doen toch maar even weer een greep uit de pot van WMO nieuw. En we doen een hele forse greep uit de pot van jeugd, dikke 6 ton. En we schuiven nu toch maar even veel meer PGB'ers om de hoek dan u eerst dacht dat u zou krijgen. Prima, daar gaat wat geld heen. Maar nou komt het volgende. Nou willen wij uit die egalisatiepot willen wij ook wat handjes maken. Want we hebben handjes nodig om die transitie en die transformatie, en ook wel wat ICT en zo, maar uiteindelijk zijn het ook handjes. We hebben handjes nodig om het extra werk even snel op te lossen. Dit jaar en volgend jaar. Maar dan gaat het over personeel en dan gaat het over geld. Wat we inderdaad even naar de BOH moeten zeggen. En daar gaat u over, dat moeten we u wel vragen. Kijk, die 6 ton, die 4e meicirculaire, zo kan ik een foep in rook is opgegaan. Daar zeggen we gewoon in de jaarrekening van, kijk, zoveel was het, zoveel is het. En zoveel heeft het Rijk er even uitgetrokken. En zegt hij, ja, die rekensom die klopt. Maar dit gaat nu om de inhoud, om de handjes die we nodig hebben. En dan komen we u netjes vragen. En dan moeten we inderdaad, omdat het naar de BOH gaat. Van, vindt u het goed dat wij wat geld in 2015 gebruiken en in 2016 gebruiken om zeg maar extra handjes te hebben om al die bagger op te ruimen, om die weg te kappen en om te zorgen dat wij straks toch een goede transformatie doen, dat we grip krijgen en dat we meer op de voorkant zitten dan nu op de achterkant. Nou, en dat is eigenlijk het verhaal wat wij u vragen. En daarom is dit ook eigenlijk een bedrijfsvoeringsplan. En natuurlijk snap ik dat u zegt, maar we willen ook een beetje naar die inhoud kijken. En hoe doe je dat nou allemaal? Nou, even terug nog naar die vragen. Er komt nog een aanvullende vraag van mevrouw Van Hoek. En dan wil ik toch echt kijken of we even verder kunnen, want anders lopen we wel erg uit de tijd. Ik heb dan een vraag dat als wij bezig zijn met de handen en de voeten die we nodig hebben om het systeem op te tuigen en dat het uiteindelijk goed gaat werken, dat is prima. Maar uiteindelijk staat er wel in het stuk over de cliënten en de factureringen, hebben wij ook vragen gesteld binnen de ambtenarij, hoe dat nou zit. Hè? Op het moment dat wij dan wel zover zijn, krijgt dan de inwoner dan de achterstallige rekening gepresenteerd in de wachtstand en moeten zij dan volgens de regelgeving het allemaal gaan voldoen. Hoe gaan we dat oplossen? Of gaan we dan toch een zekere coulance inruimen van ja, je hebt 6 maanden moeten wachten, we komen nu met een naheffing. Misschien schrappen we dat weg vanuit de egalisatiekosten? Wij pakken hem nu uit de egalisatiepost die wij hiervoor gemaakt hebben. Kijk, we hebben gezegd, als je het verhaal hier hebt, zeggen we hebben hier geld, dat rode geld is voor de zorg en alles wat we moeten doen. En we hebben een deel voor de uitvoeringskosten. En we hebben een deel dat zegt van ja, maar dat is de egalisatiepot. Want wij snappen best dat binnen die 3D dat niet allemaal geolied loopt. Daar is dat groene deel er bovenop. En eigenlijk zeggen we nu voor 2015 en 2016 is het blauwe stukje uitvoering net even te weinig. En moeten we iets van het groene potje naar het blauwe potje doen. Om gewoon ons werk goed te kunnen doen. En dat is niet de kosten van de burger. Want volgens mij, de samen doen teams,
Binnen 14 dagen na een telefoontje zijn ze er. En als het heel slecht gaat, is het een keer in 3 weken. En zeker niet in 6 maanden. En zeker niet dat wij dan tegen de mensen zeggen, nou moet u even veel meer betalen. Daar gaan we niet eens op. Dus wij leveren gewoon met onze samendoendienst. Wij leveren gewoon elke week opnieuw. Dus, maar er is, sorry voorzitter, maar er is toch een regeling voor eigen bijdrage binnen de jeugdzorg waar het CRK landelijk ook niet helemaal uitkomt en dat er achterstallig stapeling van kosten ligt voor eigen bijdrage. Hoe gaan we dat dan oplossen wanneer wij binnen het apparaat hier in Hardenberg dat nog niet voldoende kunnen? Komt dat dan uiteindelijk bij de ouders op de bord te liggen of gaan we dat dan ook anders oplossen? Ik wilde wel proberen een antwoord, maar dat is toch een beetje een andere discussie dan waar het hier over gaat. Maar dan gaat het over de ouderbijdrage. Wij hebben niet gezegd, wij conformeren ons aan wat de Tweede Kamer heeft afgesproken, wat die vindt dat de ouders moeten betalen. En als wij dat onredelijk vinden, gaan we daar vertellen, bijvoorbeeld voor een deel van de jeugdzorg. Zeggen, dat zou u een eind aan moeten maken, nou, dat lijkt de Kamer nu ook te gaan doen. En dan zullen we dat met plezier weer noteren. Maar mag ik die hier even, want dat is een hele zindelijke discussie, maar die vervuilt deze discussie nu even een beetje. Want dat is eigenlijk maar een heel klein stukje marge van deze discussie. Even terug naar mijn paar vragen die ik heb, want ik denk dat ik de meeste gehad heb. Mevrouw Kloeken zegt, maar we hebben nu al veel geld nodig, dat klopt. Maar het is nu, we hadden een behoorlijk bedrag voor dit jaar. Het is nu ook al bijna november. We kunnen dit nog uit het bedrag van dit jaar betalen. Maar dan moeten we dit jaar niet te veel gekkigheid meer hebben. Maar volgend jaar hebt u weer een nieuw egalisatiebedrag. Als u hierin kijkt, kun u precies zien van 7 ton, waar we weer met een schone lei mee kunnen beginnen. En daarachter, we hebben gezegd, hij moet zichzelf betalen, de 3D. Maar we hebben daarachter nog een keer een tweede verdedigingslinie. En ik hoop dat we daar nooit terecht hoeven komen. We hebben onze algemene reserve met ruim 4 miljoen opgeschroefd om eventuele extra onvoorziene tegenvallers daar uit te kunnen halen. En ik hoop van harte dat we dat niet hoeven doen. En dan zegt mevrouw Kelder, blijven de transities budgetair neutraal? Dat hoop ik wel, maar het is mij niet gegeven om in de toekomst te kijken. En ik weet dus niet, we zien bijvoorbeeld bij de mei- en september-circulaires hoe raar het Rijk het doet. De ene keer haal je er zo'n 1,5 miljoen uit en de andere keer stop je er weer wat bij in. De ene keer zouden we voordeelgemeente zijn en dan bedenken ze op het laatst van nee, toch maar even weer niet. Die jeugdzorg, we worden zomaar even, we krijgen het ene jaar een budget en een half jaar later, nou nee, we halen er toch maar weer 6 ton uit. Ja, dat heb ik even niet in de hand. Maar ik denk dat we een heel eind zijn. En die egalisatiepost, nog een keer, die gebruiken we dus nu een beetje voor de BOH. Maar nog een keer, dat is niet voor ver weg staan, maar dat is voor onze eigen mensen. Om nou even wat extra handen en voeten te hebben om de dingen goed te doen. Jeugdzorg, uitstel, voorjaar, ja, maar wij willen in november nog met de BVO praten over waar staan we nou inhoudelijk en zijn we nou met elkaar op de goede weg. En dan denk ik dat ik de vragen, want ondertussen heb ik die van meneer Van der Grampel ook gehad. En u vroeg even expliciet van, is het inderdaad dan voorjaar 2016 die herbeoordeling? Ja, dat klopt, heb je goed gezien. Ik zie nog een verduidelijkende vraag bij mevrouw Kloekhorst. Ik wou nog even terugkomen op uw antwoorden richting mij. U zegt van de egalisatiepost 2015, dat is die 114.000 waar we het nu over hebben. Ja. Maar dan hoort bij dit voorstel ook die overheveling van 7 ton in 2016. Uit de egalisatiepost, transities. Of heb ik het al een keer begrepen? Nee. Moet ik hem er even bij pakken. Waar wij het over hebben is die 114.000... voor de uitvoering van de transities. Die zou je uit 2015 kunnen halen. De 3 ton voor de transformatie, die kan je dan uit 2016 halen. En ik zie hier in de besluitvorming niet ergens iets van 7 ton staan. Wel dat wij in, als u de bladzij, moet ik even kijken. Op bladzij, pagina 1 van het raadsvoorstel. De gemeenteraad wordt voorgesteld te besluiten om, tweede aandachtspunt, ten behoeve van het faciliteren van de transformatie van het sociaal domein en de ondersteuning van inwoners door het samendoenteams, in te stemmen met het overhevelen naar de BOH van een incidenteel budget
van 7 ton en deze ten laste te brengen van de egalisatieposten transities. Waarbij bijna 4 ton al verwerkt, want ik heb hierin staan van, maar dan heb ik misschien de oude versie, van 307.000, waarvan een groot deel al verwerkt is. En die kunnen we dus uit de evangelisatiereserve 2016 halen van 7 ton. Ja? Dus we hebben gelukkig nog iets meer dan u dacht. Peter Jans, ook bedankt voor uw beantwoording. Nee, ik hoor geen vraag meer. Dan kijk ik rond of er behoefte is aan een tweede termijn. De heer Brink, voor u een tweede termijn. Ja, voorzitter, ik heb deze tweede termijn geen vragen meer, want die zijn allemaal naar tevredenheid beantwoord door de portefeuillehouder. Er zijn veel vragen gesteld door ons als raadsleden, wat ook logisch is, want dat past bij onze controlerende rol. Maar ik namens de CDA Hardenberg nog wel graag even wil doen, is teruggaan naar de rode draad van dit stuk en van het hele beleid waar wij nu ruim een jaar mee bezig zijn. En is natuurlijk het garanderen van zorg en in een decentralisatietijd waarbij er heel veel naar de gemeente komt. En ik wil namens het CDA toch nog eens even benadrukken dat wij heel trots zijn op die rode draad. Dat wij betrokken mensen hebben binnen de gemeente die er alles aan hebben gedaan en nog steeds doen om de transitie te laten slagen. En een transformatie succesvol te laten zijn. En dat wil ik namens het CDA Hardenberg nog wel even gezegd hebben. En we zullen dat ook zeker meenemen naar de besluitvorming als termijn dat over 2 weken. Dank u wel, heer Brink, voor uw heldere uiteenzetting en uw heldere standpunt hierin. En ga ik nu naar mevrouw Van de Hoek, want volgens mij was daar ook nog een vraag. Nou, het was meer een opmerking. Ik was toen ik begon nogal warrig en onduidelijk. Mijn excuus daarvoor. Wij denken dat als een stuk zoveel vragen oplevert dat je ervan uit zou kunnen gaan dat het een slecht stuk is, maar volgens mij ligt dat daar niet aan. Er zijn ontzettend veel uitvoerings- en vragen, technische vragen gesteld, waarbij misschien de hamvraag is, zijn we nog wel met elkaar in control? En niet alleen de BOH, maar wij zelf als raad ook. Want de vraag om geld komt uiteindelijk bij ons terecht. En dan hebben wij in ieder geval vanuit de fractie de behoefte om ook een gevoel van controle en grip op de situatie te hebben. En te begrijpen wat de achterliggende specificaties zijn van de zinnen als egalisatiekosten enzovoorts, wat dat dan allemaal betekent. En inderdaad echt die cijfers te willen zien over hoeveel mensen gaat het nou en hoeveel zaken lopen er binnen de jeugdwet, binnen de WBO. Dat zouden wij toch wel graag willen weten. We zijn wel heel erg blij dat er 2 extra bijeenkomsten zijn georganiseerd en hopen dat daar ruimte is om toch ook uitvoerende vragen te gaan stellen om meer inzicht te krijgen van wat er nou gebeurt en wat die handen en voeten dan daadwerkelijk doen. Wat bij ons overblijft is €114.000 voor 10 weken. In de begroting staat €700.000. Dus is het dan niet uit te stellen, die 114? Moet dat echt nu komen om die aan die handen en voeten te hebben? Dat is een vraag waar ik toch nog wel een beetje mee zit. Maar mevrouw Van Hoek, ben ik nu toch even weer in verwarring, want u geeft eigenlijk wel een opmerking maken. Ja, nee, stelt u een hele trits aan vragen. Ik ben aldoende leerd, man. Dus, wilt u nu dat daar nog een reactie op komt vanuit het college? Ja, graag. Toch. Want ik heb niet het gevoel dat daar ook van nu uit meegeschreven wordt, dat daar enigszins verwarring is. Dus wilt u dan nu wel concreet uw vraag stellen, zodat ik daar concreet antwoord op geef? Hebben we per se nu die €114.000 voor de komende 10 weken nog nodig? Of is die 7 ton die straks in de begroting staat afdoende? Is dat helder genoeg? Dat is helder genoeg, dank u wel. Dan geef ik nu het woord aan... Sorry, voorzitter, ik had ook de vinger opgestoken. Oh, dat heb ik niet gezien. Excuus, meneer Van der Gappel. Trok even op het financiële aspect. Ik begrijp van de wethouder dat 1,3 miljoen niet voldoende is geweest. Dat kan gebeuren. Het had me wel netjes geleken, overigens, als dat in het raadsvoorstel ook zo was beschreven. Maar het neemt bij mij niet een onrustig gevoel weg of die 114.000 en 7 ton voor volgend jaar, of dat wel voldoende is. Als we kijken naar dit jaar, dan, en als ik even saldeer, ga je van 193 min 114 naar 80.000 in de egalisatiepost. Dat is niet veel meer, sluit me mevrouw Van Hoek aan. En voor volgend jaar, als je van 7 ton min 3 ton nog maar 4 ton overhoudt, is dat ook niet zo gek veel. En dan kom je al gauw weer bij een andere reserve in beeld die we misschien niet zo graag hiervoor willen gebruiken. Dus ik krijg nog steeds geen rustig gevoel dat de budgetten voldoende zijn die wij beschikbaar gaan stellen en hebben gesteld.
Dank u wel. Voorzitter, mag ik de heer Van der Grampel een vraag stellen? Dat mag u, zeker. Stelt u nu voor om extra budget beschikbaar te stellen? Of wat is uw doel met dit betoog? Want normaal ben ik de man van de cijfers, maar ik zou hier graag het beleid is centraal willen stellen dat we hiermee verder moeten. En daar is blijkbaar geld voor nodig. Want dat willen we allemaal, zorgvuldigheid. Ja, maar goed, ik denk ook dat het niet goed is als college meerdere keren bij de raad terug gaat komen van er is toch weer extra geld nodig. Dan stel ik liever in één keer een flink bedrag beschikbaar wat echt voldoende is, dan dat je 3-4 keer hierover gaat discussiëren. Want eerdere berekeningen blijken door de hoeveelheid werk en de complexiteit niet voldoende te zijn geweest. Mevrouw Kloekhorst, aan u het woord om te reageren. Meneer Van der Grampel, we hebben vanuit onze fractie voorgesteld anderhalf jaar geleden, om een reserve aan te maken voor het sociaal domein. En wij zijn hier in dit huis, hebben wij toen afgesproken, dat doen wij niet. Wij willen kostenneutraal en gaat dat niet lukken, dan gaan wij toch de algemene reserve aanspreken. En dat, wij hadden heel graag een potje gezien. Nogmaals, maar wij hebben hier anders besloten. Dus dat wordt. Goed, helder. Ik ga nu naar de portefeuillehouders toe om daarop te reageren. Eerst meneer De Vent. Ik zal het kort houden, meneer de voorzitter. Dank u. Mevrouw Van der Hoek, ja, dit geld hebben we keihard nodig voor dit jaar. Want ik heb u verteld, we zitten midden nog in de herbeoordelingen. Extra vragen die we nog steeds krijgen, ook vanuit de samenleving zelf. Dus dat vraagt ook om extra inzet. We hebben ingezet de herstelacties van de bestanden die we over hebben gekregen. En we willen tegelijkertijd door met scholing en training, omdat we de transformatie vanaf 1 september daadwerkelijk hebben gestart. Dus ja, dat geld hebben we echt hard nodig om dit jaar op een goede verantwoorde manier 2016 in te kunnen gaan. Dat is heel helder. En wat meneer Van der Grampel betreft, die zoveel ton. Ik denk dat mevrouw Kloekhorst daar een duidelijke verhaal over heeft gehouden. We hebben juist dat ook egalisatiepost genoemd. Om met die verschillende schommelingen, beïnvloedbaar en niet beïnvloedbaar. En niet beïnvloedbaar, daar heeft collega Jansen denk ik nodig over verteld. Als het gaat om de effecten van de meicirculaire, bijvoorbeeld. En ook de verschuiving die is opgetreden van de WMO naar de WLZ. Niet beïnvloedbaar. Daarmee kunnen we proberen, en dat is ook een zuivere redenatie, denk ik, om de zaken egaal te houden, te egaliseren. Maar het is geen garantie. Wij kunnen nu niet voorzien of die 7 ton van 2016 genoeg is. Maar we gaan ons uiterste best doen, want we zijn ook bezig met die transformatie. En dat moet uiteindelijk, en dat kunt u ook terugzien in dat mooie staatje wat u heeft gekregen, leiden tot minder kosten. Maar nogmaals, of we over een jaar zover zijn, de tijd zal het leren. Dank u wel. Dan het woord aan wethouder Jans. Hoeft niet meer. Prima. Dan kijk ik rond of dit voldoende is. Ik kijk even naar de vraagstellers of het daarmee voldoende afgedaan is. Of dat er nog een financiële reactie. Dat hoeft niet. Goed, dan rest mij de vraag die ik eigenlijk wel weet te beantwoorden. Een hamerstuk of een besprekingsstuk naar de volgende ronde. Ik hoor hamerstuk. Probeer een hamerstuk. Ja, hamerstuk. Ja. Hartstikke goed, gaat het door het hamerstuk naar de volgende ronde. Hallo, voorzitter. Voor mij loopt u iets te hard van stapel. Dat is een beetje te hard van stapel. Ik wil graag een bespreekstuk van u. U wilt graag een bespreekstuk. Oké, helder. Wordt het een bespreekstuk bij deze? Goed, dan zijn we aangekomen bij de hamerstukken. Agenda punt 5, aangepaste verordening, naamgeving en nummering. En mijn vraag of daar nog opmerkingen bij zijn of dat die door kan naar de raad met als ze zijn een hamerstuk. En dan kijk ik even wat rustiger rond voordat ik weer de fout in ga. Ik zie nu niemand en dan gaat hij door als hamerstuk. Dan zijn we aangekomen bij agenda punt 6, de rondvraag. Kan ik nog iemand daarvoor het woord geven? Niemand. Dan ben ik nu aangekomen bij de sluiting. Dank u wel voor uw aanwezigheid en uw betrokkenheid bij de onderwerpen vandaag. En daarmee sluit ik de vergadering. Dank u wel.